Evert, bij Stevens vorige passage gingen we een KV Mechelen shirt weggeven, gesigneerd door hem. Als ja. de mensen konden raden in welke wedstrijd hij ging scoren. Ik weet het. <laughs> Gaat hij nog scoren? Ik heb, ik heb liegen roepen, zondag voor de tv, want KV Mechelen kreeg een penalty. En de voer maakte zelfs geen aanstalt om die bal te pakken. Ik snapte er niks van. Je wilt toch een keer scoren voor die ploeg? Dat is niet meer dezelfde. Gaat hij dus nog scoren? Um, nee. Welkom bij MidMid, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en PlaySports. Welkom ook aan onze special guest. Hij kondigde twee weken geleden met een fantastisch filmpje aan dat hij <laughs> op het einde van het seizoen op pensioen gaat. Er zijn meer Belgische topclubs waar hij wel voor gespeeld heeft dan waar hij niet voor gespeeld heeft. En voor hem is de term vriend van de show uitgevonden. Welkom Steven de Voer. Dank je. Steven, stoppen met voetballen, veel sneller dan gedacht. Denk het wel, ja. Ik denk dat je op je minst tot die 35 zo het, zo, het officieuze pensioen is voor voetballers. Dat je tot daar wilt voetballen. Maar ja, soms gaat dat niet. Hè? Wat ik het rare vond, twee weken geleden, of iets langer geleden, de wedstrijd tegen Anderlecht. Dan loopt jij meer dan 11 kilometer. Ja, allez, ik bedoel, uh, uh, soms gaat het en soms gaat dat heel goed. En, en, maar het gaat hem over de, de mindere momenten en, de, en ook gewoon de pijn. Ik. Uh, die kilometers die zijn gelopen, maar na een, na een bepaald aantal minuten komt daar pijn bij kijken. En, uh, soms kun je daar. Nee, tijdens de wedstrijd gaat dat wel, maar het zijn vooral de dagen daarna qua recuperatie is gewoon uh, enorm moeilijk. Maar je snapt nu toch wel de fans die zoiets hebben van, hè? de laatste weken is het net een hele fietende voer. Hij is precies terug helemaal in orde. En net op dat moment kondigt je afscheid aan de fans begrijpen Het is geen bedrieg dan? Of? Ja, op dit moment wel, maar ik had de beslissing eigenlijk al, al veel langer genomen. En uh, um, ik ben er eigenlijk ook heel opgelicht over dat het, uh, dat het achter de rug is eigenlijk. En wat, die pijn, dat, dat komt gewoon tijdens de match, de pijn waarvan je denkt... Tijdens de match, uh, na een zware training ofzo, dat ik dan, daarna is ook altijd... Uh, S'morgens is altijd heel moeilijk stappen en... Um, ja, soms uh, dan moet ik daar ook uh, tijdens de opwarming nog even met die pijn door en dan gaat dat een beetje over. Maar dan, dan komt dat soms nog terug bij bepaalde acties. Dus ja, die wedstrijden die speel ik. En, uh, en de laatste wedstrijden waren wel... Uh, Allee, ik denk... De wedstrijden die ik gespeeld heb waren wel oké. Okay. Maar uh, van mezelf uh, weet ik dat ik veel beter kon of, of, of kan. Maar ik kan niet meer die... Uh... Is het dat dan vooral eigenlijk? Dat je niet meer... Dat je tevreden nog waart over het niveau dat je kon halen. Terwijl, ik vond het ja, maar het is ook vooral niveau. de dagelijkse pijn. Ik denk dat ik weet niet of je of dat, dat al iets gehad hebt dat je zo een, een tijd met, met pijn moet rondlopen, dat je daarmee moet opstaan en dat je daarmee naar in ieder geval naar werk mee moet gaan of zo. Dus ik moet daar uh, um, uh, inspanningen mee leveren, dus, dus uh, mee gaan voetballen. En dat is, gewoon, uh, dat is gewoon niet fijn. Dat is gewoon geen leuk gevoel om daarmee te trainen. En het liefst wat dat je wilt is. Ja, het eerste wat ik wil is voetballen op een veld. En als ik dat niet kan doen hoe dat ik dat, dat wil, dan, dan heeft dat weinig zin. Dan is het ook een beetje mentaal en niet alleen fysiek. Dat ja, het is, zeker, het is zeker ook mentaal. Ik kan het ook gewoon niet meer. Uh, uh, na de wedstrijd tegen Brugge was het dat ik uh, uh, mijn makelaars, die tevens ook mijn, mijn beste vrienden zijn, heb, ik, heb gebeld van. Uh, het is genoeg geweest. Um, het, het moet voor mij niet meer. En, en ze hebben mij toen overgehaald om nog eens alles te geven tijdens zo een revalidatie van, wat was het, twee à drie weken of zo. Um, heb ik dan gedaan en dan. Um, Want dat was drie weken tegen Club Brugge, was dat je geblesseerd? Tegen Club Brugge, ja. Uh, ja, geblesseerd, maar dan kijken ze en dat er eigenlijk gewoon wat vochtophoping is tussen de kuiten, dus niet echt iets gescheurd of zo, maar dat, dat deed verschrikkelijk veel pijn. Maar je hebt meteen schrik door alles van het verleden? Ja, maar uh. het voelt eigenlijk aan als een scheur eigenlijk, maar er zit zoveel littekenweefsel in mijn kuiten, dat het eigenlijk ook niet meer zo mooi glijdt als, uh, als spieren glijden in een kuit natuurlijk, en uh, dat is gewoon niet, uh, niet aangenaam. En, en dan, dan is het in de kleedkamer aankomen? En in je hoofd al even. Ja, stoppen. gewoon die avond. En dan zeiden ze: van, slaap er nog eens een nachtje over. Uh, probeer dan nog eens. Een nachtje over geslapen. Gewoon nog altijd hetzelfde. Na twee dagen, drie dagen, een week. Altijd hetzelfde. En, uh. als, je, als je moet leven met een constante pijn. Ja, sorry. Dan, allez, dan kun, wij kunnen dat toch nooit in zijn plaats beslissen. Als ik dat zo hoor. Nee, absoluut. Dat je s'morgens opstaat en elke dag opnieuw dat je pijn hebt. Ja, dan worden ze toch. Godsmug, wat kun je doen? Je kunt wat pijnstillers nemen, in het voetbal spuiten ze misschien af en toe nog eens iets in, maar op lange termijn, ja, absoluut. je gaat daar mentaal toch aan kapot. Het, het, het ding is gewoon, je blesseert je dan eigenlijk niet, maar je moet de kuit wel laten rusten, en dan moet je weer zorgen dat je niet te veel conditie, dus je moet weer die fitnesszaal in, die oefeningen weer gaan doen, diezelfde oefeningen die je al een paar jaar aan het doen bent, en dan ook weer uh, die cardio-oefeningen, dat je weer op die fiets moet gaan zitten dat is niet wat je wilt doen, je wilt voetballen en dat is al de zoveelste dan ik zeg maar uh, revalidatie uh, je bent al eens acht maanden uit geweest met je kuiten, negen maanden met je knie daarvoor is een gebroken voet, zes maanden je schouder geopereerd, dat is nog eens drie maanden ja <laughs> nee 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 ik het. Op, op een bepaald moment en dan weet je dat die kuiten altijd gevoelig zullen zijn en dat er altijd wel iets gaat, mee gaat gebeuren je weet alleen niet wanneer en zo is het ook gewoon niet, niet, fijn, niet fijn voetballen ja, Die laatste keer heb ik dan nog eens ja, alles gegeven. En dan val ik in tegen, tegen Sandaar. En dat voelde eigenlijk zeer goed. Tot op het einde dat ik een sprint moet trekken. En dan voel ik dat weer trekken. En toen heb ik ook echt gezegd, uh, de dag daarna, heb ik uh, tegen Tom Kaluwe gezegd: van, Het stopt hier. En uh, het hangt alleen van jullie, van de trainer af. Of het nu stopt of of het aan het einde van het seizoen stopt. En dan... Toen heb ik met de trainer gepraat. En ik zeg: Kijk, trainer. Uh, wat wil jij de trainer houden dat ik nog doorging tot het einde van het seizoen, omdat ik. Zowel de tijd dat ik op het veld sta of op training ben, langs het veld dat ik uh, belangrijk ben, en hij wou dat ook doortrekken, omdat we toen ook nog niet echt gered waren toen was hij. Um, Maar je uh, zegt dan tegen tegen Franke, tegen Kaluwe, oké, okay, ik ga doorspelen met die pijn voor jullie. Ja, dus zij wou graag als het gaat. Doe het alsjeblieft nog tot het einde van het seizoen. Ik zeg ja, ik dan, maar alleen als het, wanneer het nodig is. Dus toen maar was, nu sta uh, je er elke week in. Toen was Joachim ook nog... Hij, die had toen... Uh, hij, die speelde toen nog. Dus uh, en dan ook zo op bepaalde trainingen. Dan kon ik al zeggen van ja, nee, het gaat. Dat doe ik nu niet. En... Uh, dan, dan ging dat weer wat stilletjes aan beter en dan moest ik eens een kwartier invallen omdat we 1-0 voor stonden of, of uh, een score vasthouden. Gewoon, op, gewoon puur op ervaring die eerste weken doorgekomen en dan begint dat iets beter te gaan. En, en ja, nu ben, ik, uh, nu ben ik aan het spelen, maar het, het, het is gewoon een... Ja, eigenlijk zou ik zonder, uh, uh, zonder... daarin... Normaal moet je een wedstrijd 90 minuten zonder problemen in de jupilair. Kunnen uitspelen zonder al te veel, zonder al, al te veel problemen. Ja, zeker, Steven de Voer, lijkt mij. En dat, dat kost nu gewoon enorm veel moeite en qua recuperatie is het ook gewoon heel moeilijk. Maar ik ben wel blij, want toen hier vorige week Timmy Simons en normaal zeg je, ja, ben je bang voor het seizoen te veel. En hij zei: Ik ja. ben heel bang voor het seizoen te weinig. En ik dacht wel: shit, moeten we nu oppassen met Steven, dat dat misschien het seizoen te weinig is. Maar dat ja, gaat, gaat het echt absoluut niet zijn. Absoluut niet. Nee. <laughs> Nu zo bezig hoor, heb ik inderdaad wel het gehad eigenlijk al beslist. Het is zelfs ja. geen keuze niet meer, er is geen twijfel meer in je hoofd. Nee, er is zelfs niet van, oh, misschien gaat het nu toch beter of zo, misschien moet ik dan nog eens een jaartje erbij doen, maar er is te veel pijn ook gewoon. Oké, okay, maar Stel, ik ga van Mechelen Play of twee. Gaat Europa <laughs> nog in? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee. Was je eigenlijk blij of. Is het maar wel, ik, ik ben, ja, ik, is we, wel zo'n beetje we, shit play of 2 nog. Nee, het is niet shit play of 2. Ja, we hebben, we, we hebben uh, zondag een heel goede wedstrijd gespeeld. En wij wouden die absoluut winnen. Nog uh, uh, een soort van uh, uh, uit, uitgelaten sfeer uh, in de kleedkamer. En uh, we gaan er alles aan doen om in Europa te geraken. Maar dat zal volgend jaar wel zonder mij zijn. Oké. Okay. Ga je nog scoren? <laughs> Ik score liever op een vrije trap dan op een penalty. Oké. Okay. Vanaf nu neemt de, neemt een de vrije trap. Dat is ook wel waar eigenlijk. Een penalty, dat zou niet de goal van de voer bij Mechelen mogen zijn, een penalty. Laat het dan inderdaad een vrije schop zijn. Maar dan wil ik ze wel zien trappen in play of 2. Allemaal, links, hè, van rechts, overal. Hè. Links, rechts, overal. Ja, echt. <laughs> Tegen iedereen zeggen. Ga liggen nee, jongens, ik moet hem trappen. Nee, maar toch ook ergens wel dat gevoel bij die fans die leven van hij moet nog een vol stadion hebben als afscheid. Dan dat Het moet... moeilijk hè. Dat moet, nee, oké, okay, maar dat, nou, hij mag stoppen met voetballen, maar dat moet er dan ooit wel eens komen. Dat vind ik wel. Dat, dat verdient hij ook als speler. Dat zag je ook bij de reacties van alle andere clubs. Iedereen wil hem nog wel eens applaudisseren, wil hem vieren. En dit is toch een afscheid, die mineur. Dat is gewoon zo. Ja, alleen voor mij... Um, de, de personen die dicht bij me staan, die, uh, die hebben nog iets of wat kunnen zien. Maar het zou ja, fantastisch zijn geweest zijn, of zou fantastisch kunnen zijn, moest dat ooit nog in een vol stadion in zijn vriendenwedstrijd of zo uh, kunnen gebeuren. Jij zit in bestuur, man. Dan kunt je dit regelen. Wij gaan dat organiseren samen. Ah, ik, ik ook in ah, ah, Jij bent toch een ander licht van? Hij heeft er toch ja, ook <laughs> die win <laughs> match gaan we niet doen. <laughs> uh, en nu, Steven? Je hebt een nieuwe vriendin. Ga je dan gewoon tijd met haar spenderen? Uh, ja, ik ben ook bezig met de trainerscursus. We zijn ook in onderhandeling met K.V. Mechelen over, uh, over een andere rol uh, binnen de club. En dat gaat uh, de goede richting uit. En, uh, dus ik zal wel uh, mijn tijd kunnen gebruiken. Ik ben ook aan het golfen, dus ja. Nee, <laughs> ik zie je, 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 je iedere dag golfen. <laughs> Bijna iedere dag. Hoe, hoe vlot het? Goed, ja, redelijk goed, ja. De zomer komt eraan, hè. Dus, uh. maar de, dus oh. dan gaan de balkens beter? Ja, nee, dan, dan, ja, dan ligt de fairway beter. Uh, ligt het golfterrein beter. Okay. Dus, uh... Ja, je moet daar kilometers wandelen op dat terrein. Dat lijkt me wel iets aangenamer in dan de dan zon. Ja, ik, heb toe... toch, uh, ik ga toch wel een aanvraag doen voor in een buggy te mogen rijden. <laughs> Wegens oud uh, en versleten, 33 jaar, in zo'n kerken over de golfbaan. Ja. Alle ex-voetballers golfen tegenwoordig. Ja, ja, het ja. is onwaarschijnlijk. Maar wie speelt? gespeeld gaat zo maar... Zonken, de grijzen Nee, maar uh, Silvio Prota had mij over laatst nog een bericht gestuurd. Uh... Ook ex-voetballer? Uh, ook ex-voetballer, Doel ja. ja Doelman, dat nee, nu ben ik zo met mensen van, uh, van binnen in de club uh, aan, het, uh, aan het golfen. Dus uh, die kunnen wel... dat is handicap 5 en zo. En... en jij bent? Ik ben nu handicap 29. Dus, Oké, okay, uh, nog wat werk. Ik heb nog wat werk. en maar daar ga heb je... snel gaan. Heb je geen last van de kuiten bij de swing? Bij de swing nog niet, nee. Misschien dat dat komt. Bij putten. Uh, <laughs> met een rug. <laughs> Heb je eigenlijk je trainersdiploma's al? Nee, nog niet. We zijn eraan nee, bezig. Ik zit bij die, bij die nationale ploeg, dus bij die, bij die verkorte... Uh, verkorte verkort traject. Verkort traject. En uh, ja, eind juni uh, zou dat in orde moeten zijn als ik geslaagd ben. Ik hoor van iedereen in de entourage van Mechelen dat hij trainingen heeft zien geven bij de jeugd en zo, dat, dat er een trainer in zit. Daar ja, heb dan... ik, ik wel altijd ge, gedacht. Ja, als ik, kapitein. Ik eerlijk gezegd, niet. Ja, maar de, het, is de... toch, het is toch iets anders, omdat je staat voor een groep en, en ineens moet je. Ja, ik weet wel okay. niet, je people skills. <laughs> of dat dat goed genoeg is. Nee, maar allez, ik bedoel, ik kan, ik, kan, ik kan jongeren helpen en zo, en ik, en, ik, en ik doe dat graag. En ik zie vrij snel op een veld wat er fout gaat, en dan moet je. Uh, ideeën gaan zoeken van hoe ga je dat oplossen of zo. En uh, daar zijn we nu bezig. Tekenen. Maar zo de eerste keer voor een groep staan, dat is eigenlijk heel raar, omdat je aan de andere kant staat. En dan moet je ook zo tijdens de training. Ik heb honderden, misschien uh, uh, paar, uh, duizend trainingen gedaan. En dan ja, je, je hebt daar altijd een trainer zien rondlopen, maar dan ben je zelf trainer en dan moet je. Waar moet ik nu eigenlijk juist gaan staan of zo? Dat is zo... Ah ja, tijdens een oefening. Tijdens een oefening. En dan... <laughs> okay. niet meer ertussen. Ja, dan, dan sta je daar. Ah ja, waar zou ik nu eigenlijk gaan staan? En dan, dat is zo, die eerste training: dat is even van oh oké. Okay. Maar dan heb je zo, hè, je hebt een mentor, je moet een mentor kiezen. En dan zegt hij van ah, um, een paar details en zo zou ik het doen of zo zou ik het doen. En dan in die tweede training uh, gaat, het al, gaat het al veel beter. In die derde, ja, je, je kent ook de ploeg die je moet trainen, dan iets beter. En dan de mentor dan... is de, de trainer van de ploeg? Die je ik kies zelf een mentor die, die jou ja. begeleidt bij de trainingen die je moet geven, dus die jou tips geeft. En of, 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 uh, ja, wie is uw mentor? Bij mij is dat Sven Swine, die dus, uh, Head of uh -huh. Development uh, van KW Mechelen. Dus, uh, ook lesgever aan de trainerschool? Ook lesgever aan de trainerschool, dus dat is eigenlijk ideale mentor voor mij om uh, maar je, op stappen te zetten. Je hebt niet gedacht van ik ga toch een keer een sabbatical nemen? Hey, je gaat maar één keer op je voetbalpensioen. Je kunt zeggen ik ga gewoon een ja. Ja, maar misschien wel, het is kijken. ook om te kijken: van, is dit iets wat ik, wat ik absoluut wil? Of, of ja, ik ben daar gemotiveerd in en ik wil dat absoluut goed doen. Maar als we na een jaar moeten zeggen van het gaat niet of zo, in bepaalde richtingen of zo. Uh, is het doel te één? Het doel is op termijn om te één, maar daar, allee, daar ben ik nu. Uh, nee, 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 nee. Daar ben ik, nu ik, niet klar, zeggen, maar ik heb mensen die zeggen cool. ik Chips wil. Maar ik wil dat wel, uh, wel zien. Ten eerste, uh, of. Of dat iets voor mij is en dan wil ik er liever direct mee beginnen. Dan als ik een jaar sabbatical neem, dan denk ik van. Wow. Ja, en de laatste jaren heb je ook niet zoveel gespeeld. Dat je dat seizoenen zo druk waren toch ook niet? Ja, maar mentaal is het veel zwaarder. Ja, Oké, okay, dat is waar. Tenzij mijn eerste seizoenen bijvoorbeeld als voetballer. Ja, die, gaan, die vliegen voorbij. Goh, die, vliegen, ja. die, die vlogen eigenlijk. Uh, dat is die van het een moment in tanden gesleurd worden zonder. Ja, zonder echt veel zaken. na te denken. Ja. En nu zit je eigenlijk met die blessures dat je constant na te denken. Hè. Ja, je ziet het toch wel, dat, dat, dat meer en meer, en ik ben daar blij om, van die generatie rode duivels, willen wel allemaal echt trainer worden, die willen dat doorgeven. Dus ik vind dat heel positief, we hebben dat nodig. Uh, je ziet dat in heel veel jeugdacademies, dat als een, een legend, zal ik dat dan maar noemen, een ex-voetballer voor zo'n groep jongeren staat, dat heeft een positief effect. Dus ja, en ook, we zeggen toch altijd, die Nederlandse trainers, die maken transfers en zo, bij Belgische niet. Nee. Hoe meer spelers die in het buitenland gespeeld hebben, oh, trainer worden. Ja, tuurlijk. Het voordeel dan, als je nu stopt met voetbal, is dat je over je carrière en vrijheid kunt spreken. Want ook een groter voordeel is, het hele het KV Mechelen deel hebben we al gehad, ja. dus de mensen die gaan zeggen, Mid-Mid is een kakkerspodcast, nee, want dat slagen we over vandaag, we gaan beginnen in Genk. Deal? Oké. Okay. Dus KV Mechelen gaat failliet, Marvin Ogonjimi, David Hubert en Steven De Voer gaan naar Genk. Hij ja. ja, gaat er veel. Hè. Bram Kriel uh, is toen ook naar Genkje gegaan. Uh, Stallon Limbombe is toen ook naar hinkje gegaan. Uh, maar antwoord. jij was de beste, hè? alleen jij. Ah, wat, nu werd nee. is een goede nee. vraag. Ik heb ah, een goede vraag van Martin een Jimmy. Ah, oké. Okay. Wie scoorde de meeste goals bij de jeugd? En je moet eerlijk zijn. Ja. De vraag is zo gesteld. Ja, maar nee, kijk. Ja, ik denk... Het, uh, ik heel het, maar we, we het hebben ook, op een bepaald moment hebben wij in verschillende categorieën... Allee, hij, was, ah. hij is een jaar ouder dan mij, dus uh, hij heeft er ook veel binnen uh, binnengega's natuurlijk, maar... Uh, maar? Uh, maar toch, jij? Nee, want in Genk ben ik eigenlijk als nummer 10 aangekomen eigenlijk, en Marvin was nummer 9. dus... Uh, ik heb, ik heb hem ze allemaal op een presenteerblaadje gegeven. Okay, dat is een <laughs> mooi antwoord. Tactisch. En nog een vraag van hem: wie stond als eerste aan de hamburgerkraam na de trein? <laughs> dat denk ik wel, g'n. Nice one, nice one. Ja, daar stond zo: bij ja, onze thuiswedstrijden op KV Mechelen, buiten aan de cafetaria stond er zo altijd zo'n hamburgerkraam. <laughs> en eigenlijk mochten wij dat niet. Dus dan was er altijd zo een beetje wachten boven: van, is een trainer weg? Kunnen een Hamburg gereden en ja. ik was meestal wel een van de eersten. Ja. <laughs> Mooi. Het gaat heel snel bij, Genk. ja. Van de Rijk laten debuteren, maar in een min van tijd zeg je de dirigent daar. Ja, alleen ik, ik moest tijd. Dus ik had dan KM uh, Mechelen ging failliet. En uh, dat was eigenlijk al vrij vroeg in het seizoen toen of zoiets. Uh, dat, dat dat eigenlijk beslist was, want toen zijn er. Was spelers van standaard uh, gegeven aan, aan, aan KV Mechelen voor dat seizoen te kunnen uitdoen en zo. Um, Je ja, in de jeugd dan? Nee, nee eerste, eerste ploeg. Ah, okay. Eerste ploeg, dus uh, met heel veel allee, eigenlijk jeugdspelers van andere, van andere ploegen okay. en van KV Mechelen uh, een eerste ploeg gemaakt. En uh, ja, ik, was, ik was nog te jong, maar ik had, toen al eigenlijk, ik had toen na het faillissement getekend voor Genk en dan mocht ik ook elke donderdag... Gaan trainen in Genk. En dan moest ik eigenlijk. Ze zeiden van je moet het seizoen beginnen bij je eigen leeftijd. Mijn eigen leeftijd was 15 jaar. Dus ik, 15 jaar, dan waart je min 16. En ik speel uh, de voorbereiding. En na twee maanden zeggen ze van ja, je mag naar de belofte gaan. En dan van de belofte. Met de belofte trainen. En dan het weekend spelen met de min 17. En dan dinsdag op de, op de bank zitten bij de belofte. Uh, en dan was het altijd zo'n half uur invallen. Dus dan speelde ik zaterdag, dinsdag, zaterdag, dinsdag. En op het einde van het jaar zat ik dan ineens op de bank bij de eerste ploeg. Toen Van Geneugden en Denier hadden we overgenomen. Maar dat was eigenlijk zo meer als negentiende man eigenlijk. Maar ik mocht mee op de bank zitten. Maar ik was toen pas, pas 16 geworden. En dan nieuw seizoen komt eraan. Uh, ik was toen 16 en uh, Van der Rijken wordt trainer. Ik zou Van der Rijken niet associëren met iemand die jeugd brengt. Maar er waren dus, er was, het was beslist door Genk, het bestuur, dat er vijf jeugdspelers naar de uh, eerste ploeg gingen. En dat was Jordan was dat um, Pocconioli, Faris Haroun, Kenneth van Goetem. Wat al, David, en David, nee, 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 David, da, uh, David niet. Ah, uh, en David Triantafilidis was erbij. En uh, toen zei Van der Rijken, allemaal terug. <laughs> Dus je had die beslissing teruggeschroefd. Dat alle beloften, dus al die beloften eruit. En Van de rijke zegt: ik pak er een en uit. Allee, als ze goed zijn, ja, ja. ik kies. Wat dus, ik ook snap, ja. Wat een coach dat denkt. Uh, dus de voorbereiding allemaal met de belofte. En na, ik denk in september of zo. En dat was eigenlijk raar, want wij spelen met de belofte, reserve, wat is dat dan ook geworden? Een, een wedstrijd tegen, waar ik wil ervan af zijn: Lokeren of Beveren. En wij verliezen met 4-1 thuis. En van Genugde was toen trainer en die komt de maandag in de kleedkamer en hij pakt me eigenlijk vrij hard aan voor de hele kleedkamer dat ik met mijn gedachten niet bij voetbal was, omdat er zo'n paar uh, uh, schoolvrienden kwamen kijken en die waren een naam aan het roepen en ik dacht hmm. dat, dat hij dacht van hij is niet met voetbal bezig of zo En dan, ik was er eigenlijk kijk kwaad over, want dat had er totaal niks mee te maken, we hadden gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Ja, maar had dat er echt niks mee te maken? Nee, had, wij waren gewoon, ja, niet goed, of wij Ja, ja oké. Okay. En twee dagen later belt hij, ja, hoe is het? Ik zeg, ja, oké. Okay. Zijn er nog kwaad op mij, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, een beetje. Mm. <laughs> en hij zegt, ja, maar ja, en je weet dat ik dat voor je goed doe en dit en dat. En ik zeg, ja, oké, okay, maar allez, ik vond dat niet eerlijk. En ik zegt, ja, maar ja, oké, okay, het is goed, je moet morgen met de eerste ploeg beginnen. Ik zeg zo, wat blieft? Ja, je moet morgen met de eerste ploeg gaan trainen en zo. De kans is groot dat je in de kern zit voor, uh, voor zaterdag. Toen even slikken en zo. En ik zat toen in een gas gezien en ik ging naar beneden en ik zeg... Ik moet morgen met de eerste ploeg mee trainen en, uh, toch zo wat zenuwachtig. En toen is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Hè, en dan, uh... Maar dat komt toch niet uit het niks. Dus je moet daar bij Gink toch al gevoeld, al heel lang gevoeld hebben van bovenaf ook wel, dat je daar een, dat je daar een uitzonderlijk ja, talent weegt. Over de voer in de jeugd van Genk hoort. Waar... Je voelt ja, dat ik, toch komen als je ik... zo snel naar die belofte moogt en dan meteen behandeld wordt door een vangeneugde die T1 is bij de eerste ploeg, dan weet je toch, ja, mijn kans gaat hier heel snel komen. Ja, absoluut. Maar dan weet je, met Van der Rijken die, die dan aan het seizoen die zet, dan al die beloften terug. Dan denkt ja. iedereen van die jong gasten: van, Oei, oei, wat gaat er nu gebeuren? Gaan er wel beloften over mogen ja. of zo? En dan, toen ben ik al de eerste die overgegaan is. En heb ik in dat seizoen een paar invalbeurten uh, gehad. Mm het -hmm. uh, jaar nadien speelt je bijna alles onder de En post. het jaar nadien speel ik eigenlijk een heel goede voorbereiding. Maar uh, het ding was: Faris zat voor mij in de piekorde. En toen speelde hij. Uh, ja, Van der Rijken was eigenlijk ontslagen met Europees voetbal, maar dat was. Uh, voor Gink zeiden ze te defensief. En uh, hij werd ontslagen met Europees voetbal en Hugo Broos komt. En als ik me niet vergis, was dat middenveld Justice Voor, Koen Daarde. Ja. En, uh, en dan Faris Haroun als backup. En ik daarachter. Maar het de voorbereiding begint en ik speel een, een heel sterke voorbereiding en Faris speelt een iets mindere voorbereiding en dan komt die eerste selectie van de competitie uit en ik ben in de 18 en Faris niet en zo ben ik dan eigenlijk in de piekorde vooruit gegaan en uh, wat schelden even uit nee nee Faris is drie jaar ouder of zo als mij okay. uh, maar hij had als eerste zijn uh, ja als 18 jarige zijn debuut gemaakt bij nee, is Genk is hij niet en... zo oud dat wist ik wel niet maar in dat tweede seizoen is hij eigenlijk zo... Ja, een beetje aan de kant geschoven door Van der Rijken en zo. Hij heeft heel weinig gespeeld. Ja, vanaf dat je in die selectie zit bij die eerste competitiematch, weet je ook, ja, ik ga voilà, dat hier niet ik, meer afgeven. Ja, voilà, ik ga dat niet meer ja. afgeven. En dan na een paar wedstrijden... Het seizoen is een beetje op... Allee, het begint eigenlijk niet zo super goed, En je speelt ook Europees. En uh, ik denk dat Koen Daarden gekwetst uitvalt. En ik moet, hem, uh, ik moet hem vervangen. En ik geef... Uh, uh, Direct twee assists tegen, tegen Cercle Brugge, mijn eerste invalbeurt. Dus daar was het eigenlijk de bal een beetje aan, de, aan, aan het rollen gegaan. En dan, ik denk die week daarna, speelden we Europese terugwedstrijd. Omdat we daar 2-2 hadden gedaan. Moesten we thuis gelijk spelen en iedereen dacht dat het, ja, dat het klaar was. Uh, dat we heel gemakkelijk gingen doorgaan. En uh, uh, Hugo Broos had gezegd: Ja, ik ga dat met ervaren spelers aanpakken. Dus, uh, ja. dus hij had mij op de bank gezet. En we staan 1-0 achter en we waren nog. Een kwartier of twintig minuten en hij zet mij in. En ik doe er nog alles aan om, om, om het, 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 het tijd te keren en, en, en met een paar goede acties en zo. En, en, um, maar we zijn uitgeschakeld en de dag daarna komt Jos fase in de kleedkamer en heeft eigenlijk iedereen, uh, uh, ja, ik had het maar zo zeggen, uitgescheten. <laughs> um, en hij zei, van, hij had toen had, had iets in de, in de zin gezegd van uh, het is erg dat een 17-jarige het voorbeeld moet zijn voor een, uh, voor een ploeg. Dan gaan die oude spelers leuk gevonden hebben. Ja, dus, dus dat was een beetje het ding. Dan... Vind je dat dan zelf ook niet een beetje kut naar uw ploegmaten toe? Ja. ja. Je komt vol in de spotlight als een ja. voorzitter dat komt zeggen. Ja, maar dan had hij ook in de krant gezegd en, en de trainer had dat ook gezegd van zondag tegen... Tegen Beerschot, speelt te voer, start te <laughs> Oké okay dan. Zoals Vazen, uw vriend. <laughs> ja, toen ging, alles, uh, toen ging alles geweldig goed. En vanaf toen eigenlijk in de basis en nooit meer eruit gegaan. Maar ja, gevoeld dat toch op training was niet direct. Alleen die andere spelers voelen dat toch ook. Er is maar, altijd respect voor kwaliteit op het veld. Zeer snel bij de beste daar. Ja, want die, op het einde van dat toe. seizoen word ik ook als beste speler verkozen ja, door, 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 de supporters, door de supporters van Genk. En uh, als 17-jarige, toen was ik. Pas 18 geworden. Maar was je daar klaar voor dat het zo snel zou gaan? Ook mentaal? Ik dacht een er eigenlijk kind, weinig he? bijna Zij op dat allee, moment. Ik vind dat wel zot snel. En tegenwoordig is het meer en meer dat 16-, 17-jarigen dat, dat zijn al spelbepalende spelers. Maar daar komt ja, het bij. Ja, toen was eigenlijk nog vrij kijken. nieuw. Omdat ja, je ja, had Company ja. die, die was doorgebroken. Van den Borre was zo ook. Ja. En dan eigenlijk Faris Haroun was de derde. En ik de, maar die druk is dan toch enorm als je zelfs in een Europese match je tijd moet uh, gaan ka laten kantelen. En, allee, er komt toch enorm veel bij kijken waar je als belofte speler niet mee bezig bent. Ja, maar ik dacht daar ook, allee, die dingen wat jij zegt, ik dacht daar niet aan. Ik, 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 ik geef mij gewoon een bal op een voetbalveld en ik begin te voetballen. En, en de mijn media, allereerste wedstrijd, toen ik moest uh, invallen, was ik wel een beetje uh, nerveus. Maar voor de rest. Uh, media. Ik had eigenlijk niks te verliezen, omdat. Uh, maar media op dat moment is eigenlijk de shoeshoe. Ja, die, Kun je weinig misdoen in media. Ik kwam ook. eigenlijk uit, ja. de, uit, uit de jeugd en de jeugdspeler En het ging eigenlijk die jongens, de jongens, de gevestigde waarden hadden eigenlijk een beetje gefaald. Ja, die kregen meer druk. Ja. Die kregen meer druk. En ik speelde dan. Ik speelde in het begin eigenlijk heel. Allee, ik speelde heel dat seizoen eigenlijk supergoed. En ja, toen is het begonnen. Als ik, je nu terugkijkt op die periode. Heb je spijt van die blonde mesjes? Oh, ja, die blonde mat. Ik dacht dat in een voetbalpodcast Ja, maar als je een presentator hebt met zo'n snor, ja, dan het... moet je ook wel wat, wat, wat stijladvies geven aan de mensen trouwens. Ja, okay. Met mij gaat het beter bij de jaren bij hem. Ik die snor met dan nog dat geblondeerd haar van u toen, dat zou iets wel ja, afmaken. Die snor is een wetenschap met NSZ. die hebben daar ook uh, gezegd. Mijn haren waren ook wetenschap. Nee, dat geloof ik niet. Maar... Uh, die goal tegen Roeselare, die wordt ook altijd naar boven gehaald. omdat ja. dat gewoon ook uw enige goal? Was, daar dat was mijn is enige lek. goal dat, dat seizoen. Ik ben daar enorm en van ding. verschoten. Ja. je ja, ja. <laughs> ja, maar één goal hebt gemaakt. Ik maar. denk dat ik 29 wedstrijden had gespeeld dat seizoen en uh, één goal. Dat is dan toch het minste? Want je komt uit de belofte, je jeugd, waar je er veel maakt. En de eerste ploeg direct toch... Ja, ik ben altijd lager en, en lager gaan spelen. Ja. In posities lager en lager gaan spelen eigenlijk. En direct de aasgieren er ook de rond. Ja, 17-jarige gast, dragende speler bij Genk. Ja, en Gink had eigenlijk vrij snel een nieuw contract uh, toen, toen ja, voorgesteld. En, uh, zo rap mogelijk vastleggen, denk ik Zo die. rap mogelijk ja. vastleggen. En dat werd toen na de wedstrijd tegen Roeslaren werd dat geofficialiseerd. En dat was. Die dachten, maar die scoort. Die gaat <laughs> nog veel scoren. <laughs> um, ja, dat was uh, een, een salaris. Ja, dat was. Ja... Te weinig. Je geweten hè, dat verhaal. Ja, te weinig ja, voor te de weinig. status Achteraf. die toen als speler had, uh, had opgebouwd, anderzijds... Jij vond dat te weinig, of de mensen die rondom u Ik wist daar eigenlijk niks van. Ik wist daar eigenlijk niks van. Nee, voor nee, u, voor u was dat veel geld. Geweest. Ja, want ik begon, ik begon als semi-prof bij Racing Genk uh, met 1500 euro per maand. En ze zeiden, van, vanaf dat je in de eerste ploeg komt, wordt dat herzien. En ik kom in de eerste ploeg, maar al na een paar maanden. En... Ja, daar wordt niks over gezegd. En ik vind prima, weet je, allee, ik wil voetballen, voor mij hoeft dat ook niet. En, en we zullen wel zien als ik begin te spelen, zullen we dat wel herzien. En ja, na anderhalf. Allee, ik zat al een jaar in de A-kern. En dan na zes maanden, toen ik echt zo zes maanden goed aan het spelen, was, werd dat herzien. En dat was uh, ja, van 1500 naar 4500 of zo gegaan. Um, voor mij is dat een veelvoud, dus ik was, allee, dus jij dacht moment... echt van, oké, wauw, oké, en toen is er eigenlijk, dat is heel raar, en op een bepaald moment in Genk is er een cashflow probleem, komt je als fase in de kleedkamer en zegt van, kijk, voor twee maanden, de komende twee maanden gaan de grote salarissen in in de helft verdienen, en dan wordt dat na twee maanden teruggestort. Mm -hmm dacht oké okay, en ze hadden mij ook gezegd van dat ik ja, jij hoort daarbij ja je hadden mij gezegd van jij hoort bij de, bij de topverdienende spelers en ik kijk mijn volgende loonbrief en dat is hetzelfde. en ik, ik dacht zo ah hebben ze dan toch uh, een oplossing of zo gevonden? Um, maar zo hebben ze zich verraden jij zat eigenlijk bij de Ja, maar toen, ik zei dat toen tegen mijn toenmalige makelaar en ik zei, ja, maar we moeten niks van aantrekken We zijn nog altijd bij de topverdieners en, en, en zo, ik zeg, ah ja, oké okay, alles goed, en uh, een paar maanden later komt Ajax en uh, nodigen me uit voor een voor wedstrijd, een bekerwedstrijd toen en uh, naar daar gegaan met die mensen gepraat hun, 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 hun visie over de, de sportieve, uh, sportieve visie, en dan een week daarna is mijn makelaar toen met die mensen gaan praten over, over salaris. En, uh, en dat was dan nog eens tien keer zoveel waarschijnlijk. Goh, ja, dat was. Uh, ja, maal tien was dat toen. Um, en dat is ook zo, ja, de sportieve dingen uitgelegd. Van, ja, kijk, zo toen gingen uw zo. ogen open van. Toen hmm. gingen mijn ogen open, oké, okay, dat, is, dat is een groot verschil. Maar oké, okay, misschien Ajax Genk. Ik altijd. denk dat dat sowieso wel een verschil is, maar. <laughs> Maar, dat is wel uh, het, het was een groot verschil. Het was een enorm verschil. Ook voor een jonge speler. Ik was uiteindelijk nog maar 17, 18 jaar. Um, maar ik, zag ook maar ik dacht ook wel: van oké, okay, Ajax gaat komen en Gink gaat zeggen: van. Okay, we met je daar of we doen een inspanning. Of we doen een ja. inspanning. Blijkbaar had mijn makelaar ook toen tegen mij gezegd: van. Ja, Gink zal wel meewerken aan een transfer. We gaan niet moeilijk doen. Dus miljoen wil Ajax geven. Uh, tot 5 miljoen hadden ze gaan, maar uh, uh, ik had toen ook 15% op de transferprijs. En het uh, uh, eerste gesprek, want toen had uh, Martin van Geel, was toen technisch directeur, had mij opgebeld daarna van, kijk Steven, dit gaan we niet doen. Het is eigenlijk belachelijk, wat, wat, wat Genk vraagt, daar doen wij niet aan mee. Hey, we wouden tot uh, uh, zelfs uh, 4 miljoen dat jij nog een jaar bij Genk wordt uitgeleend en zo. Dus... Uh, maar terwijl... Jos Vaten wou niet onderhandelen, of die wou <laughs> 6 miljoen netto eigenlijk. Ja, ja. Uh, en zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. En toen is uh, uh, mijn makelaar mijn an, uh, Paul Stefani, die toen heel veel transfers van Racing Genk had gedaan, die zei van kijk Steven, eigenlijk ben jij niet een goed verdienende speler in de kern van Racing Genk, maar ben je eigenlijk nummer 12, 13 of 14. En, terwijl je uh, uh, vaste basis de hele seizoen maar. Terwijl ik uh, ook pas verkozen tot beste speler van... van uh, van het seizoen was. En toen begon de, de, de kwaadheid een beetje op te komen. En uh, vond ik dat allemaal oneerlijk. Maar ik zag ook sportief wel de match met Ajax. Ja, maar het was ook een mooi project hoe zij voilà. het voorstelde. En het, niet, en het was toch niet alleen het. waren met twee spelers voor een uh, positie. En, uh, ja, en zij zeiden ook van: jullie twee moeten het uitvichten. En uh, punt. Wie was die andere speler? Dat was een zweet. Uh, ik zou het niet weten. Oké. Okay. Het is wel iets dat, dat, dat ik altijd heel interessant vond aan uw carrière, is inderdaad dat startpunt bij Genk, als je naar Ajax gegaan, ik weet dat het heel moeilijk is hè, om achteraf ja, te gaan terugkijken, maar... maar toch, dat voelde toch voor mij heel goed aan. Een jeugdspeler die bij Ajax terechtkomt, dat is toch iets helemaal anders dan wat je gaat denken. Ja, maar je weet dat Ajax altijd trekken. heel graag met jeugdspelers of met, ja, met, met Dat je carrière jeugdwerk. kunnen veranderen had mijn carrière kunnen, kunnen, kunnen veranderen. En, en je weet natuurlijk, het, het had gelukt kunnen zijn of het had niet gelukt kunnen zijn. En, en, maar ja, dat, dat zullen we nu nooit weten. Maar ik zag de match met, uh, had je, met had, Ajax wel, wel zitten. Had je, had je niet nog harder zelf dat kunnen afdwingen en zeggen, ja, maar Jos, dat is goed, maar dan speel ik niet meer totdat je dat tekent hier met Ajax? Ik weet ja, hij heeft gaat. het wel hard genoeg gespeeld. Ik heb fase. Het, ja, ik heb het vrij hard gespeeld. Ja, en en, je en je ik ook. heb toen ook gezegd van... Ja, toen, Martin van Geel had tegen mij gezegd: van hij belde mij zelf, Ik wil het jou persoonlijk vertellen, maar hier doen wij niet meer aan mee. En toen zag ik mijn droom een beetje uiteenspatten. En ik dacht: van Ajax, wij hebben eigenlijk een beetje inspanning. Wij hebben niet moeilijk gedaan bij contractonderhandelingen of zo. En 5 miljoen krijgen voor een speler die, eens een die, die eigenlijk spreef, nog niks intiep, bewezen en en joh, heeft. En in die tijd uh, uh, was hij uh, uh, enorm veel geld. Was het dan druk zetten om u 15% te laten vallen? Ja. Ja, ook al, daar, daar moest het mee beginnen. Maar ze vroegen ook gewoon 6 miljoen. En Ajax zei: ja, nee, dat, dat, dat is te veel. Dat is, dat is, dat is te veel. Ja, maar zo'n vader, wel ja. door heel die transfer. Allee, het schijnt dat het daardoor is. Stopt hij wel als voorzitter? Ja, dat kan. Maar, allee... maar is het dan. Allee, ik geloof u wel. Maar kan het dan niet zijn dat je gewoon ook slecht omringd bent dat de mensen die toen bij u waren ook vuile dingen gespeeld hebben of verkeerde dingen hebben aangepakt? Of... Um, dat kan. Dat... Want ik denk gewoon. Als, maar ik heb als... maar. Ik, had, ik, was kwaad, je, uh... ik was kwaad en ik heb ook... Oké, okay, dit, dit kan niet. En misschien had dat op termijn uitgepraat kunnen worden. En, en, maar dat is toen heel snel heel fout gegaan. En toen heb ik ook... Eh, want uh, Jos Fazen heeft mij toen een aantal dagen daarna gebeld om te zeggen van... Wij matchen het contract van Ajax. Ja. En in ja, Spanning, dat is te laat. En ik heb toen gezegd vanuit uit, colère ook, om, om, ja, ik, ik voelde mij verraden en ik zei: Van ja, nu kun je dat wel geven, waarom kun je dat nu geven? En toen niet. En... En daar maar je, je, hebt dat op een, je hebt dat op een iets andere manier gezegd. Nee, ik heb, dat, allee, nu, allee, ik heb gezegd: Van ja, oké, okay, maar dat. Ze beleefd gebleven wel. Ja, alleen. Beleefd in de zin van ik heb gewoon gezegd: van waarom, waarom geven jullie dat nu? En, en, en vroeg, ja, maar dat is, het, dat is het spel. En nu begrijp ik dat in, in de zin van, hè, maar toen was ik 17, 18 jaar en ik, was ik zo de naïef de die, dat ja. je eigenlijk dat automatisch de beste speler het, het meeste geld krijgt. Dat dat ook automatisch gedaan werd. En dat iedereen die lachte naar u het beste met je voorraad. Zo, en, en, ja, en ja, dat, dat was standaard. heel naïef. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold van ja. En dat er ook, ja, zoiets van, uh, de makelaar werkt samen met Racing Genk voor, voor de hele... Uh, uh, ja. Was dat toen Contract. dat je weinig contact had met je vader ook, in die periode, of is dat pas daarna? Mijn vader die was altijd heel... Uh, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Mijn vader wou bijvoorbeeld nooit dat ik KV Mechelen verliet, of dat ik nooit... Die wou altijd dat ik in België bleef, juist voor de reden dat hij mij zou altijd zou kunnen, kunnen zien spelen. Ja. Dat was voor hem het belangrijkste. Hij wou mij gewoon zien spelen, want in de nationale jeugdploegen kwamen Arsenal, PSV en, en uh, Bolton, Blackburn, uh, al die Engelse ploegen die kwamen. En mijn pa zei altijd: Ja, nee, ja dat gaan we niet doen. Hè. Steven blijft hier. Op een toernooi kwam Juventus ook van: Ja, nee, die, die blijft gewoon hier. En ik vond dat prima. Hè. Mijn, mijn droom was: eerste ploeg KV Mechelen. Punt. Ik zag gewoon niet, niet, niet verder. Bij ja. mij was dat ook zo van, je, je gaat van min 14 naar min 15 naar min 16, min, eh, min, min, min 18, belofte eerste ploeg, zo al die rijtjes heel mooi doorlopen en dan eerste ploeg, stappenplan. En ik had ook niet nagedacht, van als je op 16 heel goed zit, dat je direct naar de eerste ploeg gaat. Dat was ook niet zo van... Okay. Maar Die gedachtegang stopt natuurlijk in Genk. Vanaf dat er een, een Ploeg als Ajax komt en 5 miljoen euro op je hoofd plakt. En er ja, en zijn contractonderhandelingen ja. van 30, 40.000 euro in de maand. Ja, dan weet je toch en dan zeg je prof, dat er rond uw persoon van alles gebeurt. Vanaf dan word je. Ja, bakker. maar ik stond daar niet bij stil in de zin van. Ik, 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 dat was heel naïef van mij, maar ik dacht dat alles wat mensen tegen je zeggen, dat dat, dat, dat waar is, of dat dat eerlijk is of zo. En... Dat denk ik niet, elke 17-jarige dat. Ja, ik denk dat je in dus zo'n wereld. Met alles wat ik nu weet, dan, ja, dan, ja, dan zou dat misschien allemaal heel anders hadden kunnen uitgezien. Had je bij Genk gebleven dan? toch dat, dat had waarschijnlijk tot de mogelijkheden behoort. Ja, waarschijnlijk. Ja. Want uh, je dreigt dan met de wet van 78, die gaat uiteindelijk niet toepast, <svind> Ja, die gaat uiteindelijk niet wordt toegepast. Ja. Maar daardoor zegt Ajax wel. Ja, Ajax had ook van in het begin gezegd van, hey, wij hadden ook gezegd we van, we kunnen meer. het contract verbreken, want uiteindelijk is het niet een grote som. Aangezien ik niet veel geld verdien, is het niet een grote som. Maar Ajax zei, hey, wij nemen geen spelers die de wet van 78, dus daar stopt het verhaal. Als je ergens anders tekent en na een jaar, dan gaan wij nog misschien proberen om jou te halen. En, mm -hmm. en, maar maar dan, standaard springt wel op de kar? Ja, standaard komt op een bepaald moment af. Was en, het dan uh, al meteen, Luciano? Dat was meteen Luciano, ik ben bij zijn thuis geweest en dat was, ja, dat was ja, ongeveer hetzelfde contract als bij, bij Ajax en, uh, en toen zei hij van ja, we gaan het wel in orde brengen met Gink. Oké. waar is er zo speciaal aan die Luciano? Want heel veel, is echt in die vraag, periode, maar, ja. een aantal spelers? Ja. Uh, naar Standaard gaat. Die hem nu tot op de dag van vandaag nog altijd als vertrouwenspersoon? Uh, ook, denk, denk ik? ik denk op zich op een, bepaalde, op een bepaalde hoogte eerlijkheid naar de speler toe. Van, hij zei van, je moet het zelf bewijzen, maar ik zal je wel altijd helpen als je het goed blijft doen. Zoiets. Dat is gemakkelijk, denk ik ook. Maar goed, hij heeft het wel gedaan altijd. Hey, ik geef u iets, ik verwacht dit terug. En jij moet het bewijzen. Je hebt alle kaarten, we zullen je helpen. Maar je zult ervoor moeten werken. Voelt je, voelt je zo de, ja, de, de macht van zo'n persoon meteen? Voelt je van oké, okay, die gast heeft hier wel iets te zeggen nee, op, in de voetballerij? Op, op dat moment niet, want tentakels. op zich wist ik daar toen ook niet veel, uh, niet niet veel van. van. Op, op dat moment ook niet. Ik was daar uh, pas tweede geworden. Dat was de eerste keer dat ze terug uh, een goed seizoen hadden gedraaid, denk ik. Maar ik, ik wist ook nog niet de, de verhalen van uh, sportief directeur in Porto. Uh, Inter Milan, Juventus, manager van, van, van Zidane, Deschamps en zo uh, geweest. Da, dat wist ik toen allemaal niet. Nee. Hij had dan wel een, een, een neus voor de, voor de juiste deals op de juiste momenten, want hij heeft u wel kunnen krijgen aan een veel lagere prijs. En hij is ingestapt op het moment dat Ajax nee zei. Daar had hij dan wel de neus voor. He? Ja, dat is ja, maar smakelaar dat ze moeten toeslaan. Wat mensen misschien ook niet weten, Marwan heeft ook op een bepaald moment zijn contract verbroken in standaard. Echt? Voor naar Everton te gaan. Nee, 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 maar hij had wel een contract, een nieuw ah. contract. En hij zat nog met een soort van jeugdcontract of zo. En hij werd daar heel moeilijk over gedaan. En hebben ze dat even laten sudderen. En dan heeft Luciana dat op zich toch nog in orde gebracht. Vond je dat spijtig dat er dan rond je persoon een negatieve perceptie gecreëerd werd? Vooral vanuit Genk. Van die, die steekt die mes in onze rug. Ja, die dreigt met een wet waar wij bij niet achter ook, staan. Na een maand is Genk standaard. Ja. En dan, het land is echt daar zot mee bezig. Hè. Dat is met politiebegeleiding. Dat je dat staat. Het was, dat was allemaal dat... nieuw en daar werd. Jos ja, ja, Hazen had toen ook een, een interview in de krant gegeven. Het is oorlog of zoiets. En, uh... Maar dat was put aan de voer. en vanaf deze brug ga je dood. als... als ja, maar ik had toen ook en... zo'n paar uitspraken gedaan over de supporters van Genk. En, en ik had de supporters erbij betrokken en dat had ik eigenlijk niet moeten doen. En, uh, die, die hebben daar ook niks mee te maken. Ook, allee, ik speelde toen veel, maar. Ik, Engelaar die werd toen veel op de korrel genomen. En, uh, dat was een van mijn goede vrienden. omdat Ik, dat, ik vond hem een fantastische voetballer, maar die speelde altijd op een positie wat niet van hem was, bijvoorbeeld. Maar ik vond die op training een fantastische voetballer. En ik vond dat zo erg dat hij zo op de korrel werd genomen door Genkse fans. Dat ik toen zo'n uitspraak, ja, maar de sfeer in Genk is niet altijd uh, geweldig. En daar hebben ze mij ook heel kwalijk genomen. En, uh, dat moet toch intimiderend zijn als je van Luik naar Genk rijdt en je weet dat alle over ja, die dag op over Maastricht. Uh, ja, ja, die hebben een andere route moeten nemen en zo. Omdat ja, de fans stonden wel echt klaar. En, en ik heb gezien in uh, Characters uh, Ben Krabbe dat uw pa naar Vazen gebeld heeft om te zeggen, kunnen we dit niet ja, onder kan controle we. houden? Dat hij zegt dat hij gewoon zei, man, de fans, die kan ik niet onder controle houden. Dat hij eigenlijk van Genk uit ook niks... Ja, de sfeer werd toen een klein beetje opgeklopt eigenlijk. Hè. En... Ik vind wel dat je er vrij kalm onder blijft ook zo. Maar dat is, ertussen... ja, Nee, maar toch, ertussen... die emoties komen misschien toch terug. Ja, maar die wedstrijd er heb ik vrij, uh... vrij... goed gespeeld. Vrij goed gespeeld en, en eigenlijk heel kalm gebleven. En, en... Ja, ah, dat is zoiets... zegt, zegt over... Allez, dan na die match zeg je bijvoorbeeld altijd... Of, of wordt dan gezegd, als de voer uitgefloten wordt, is hij beter. Maar dat, dat geloof ik niet. Als ik u eigenlijk, een beetje ken, hoe dat ik je ken, dan denk ik net eerder niet. Daar maar hangt... dat, dat toen die match gewoon heel toevallig wel allemaal samen viel. Ja, dat kan. Want ik heb daar nou standaard ander ligt waar ik rood pak en zo. Dus uh, <laughs> maar het, het, hangt, het hangt van het moment of zoiets af. En in mm. de periode waarin je, waarin je jezelf bevindt. Dus op zich mentaal, op een voetbalveld ben ik moeilijk van mijn stuk te brengen. Maar uh, ja, er zijn... Op zich was het nog op, tijdens de wedstrijd, was het nog vrij, hoe moet ik dat zeggen, uh, beschaafd gebleven of zo? Uh, supporters floten, fl fluiten, ja. floten, maar deden niks ergers of zo. Ja. Maar jij was dan wel ook de natager die wel niet het voetje terugtrok of zo? Hè? Ja, maar ik maar ik, ja, speel voetbal, je speel ik ga mijn ja, voet ja, niet nee. terugtrekken omdat om supporters fluiten. Hè? Dat ga ik ook niet doen. Hè? Ik, niet, allez. En hoe ver gaat dat dan, zo, die supporters Is dat ook in je privésfeer? Maar toen was er eigenlijk geen social, social media. Dus dat viel eigenlijk goed mee. Niet aan je deur of zo? Ja, nee, ik denk in mijn, 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 uh, mijn ex-schoonouders uh, die woonden toen in Genk. Dus dat, dat werd wel af en toe wel iets uh, in de tuin gesmeten of zo. Uh. Maar ik herinner me zelfs nog lang daarna dat voor je boek dat we daar zo'n shoot hadden, en dat was dan aan de mijnen in Genk. En dan liepen we daar voorbij en dan. Riepen die zelfs toen nog, put hadden de Ja, van ver, ver zet dat is altijd zo, van ja, ver. Zo super anoniem ook zo precies. Zo rap weg als je het geroepen hebt. Ja, maar dan met de jaren, ja. Ik ging veel, allee, ik had, toen dat de restaurants nog open mochten, ging <laughs> nog veel in Labotte eten of zo, of in Genk, uh, uh, ergens anders. Dus ja, op zich. Uh, ja, dat is een periode. Ik heb uh, fantastische mensen leren kennen in Genk. en dat was een fantastische periode voor mij. Alleen het einde was. Dus, ja. Ja. Uh, maar standaard, eerste seizoen met Concesa, maar die vertrekt dan na één jaar. En dan ja. die sport-prodom-trainer. Ja. En dan maakt hij, je mocht mij tegenspreken, Evert, misschien wel de beste driehoek in de Jupler Pro League dat wij hebben meegemaakt. Ik denk het wel, dat was een ploeg. Vandaag niet hetzelfde ja, voer. Dynamiet, actieradius, diepgang. Uh, daar zat zoveel in. Dat was een ploeg, Alles. waar je. Echt naar wou kijken. Dat was. Al, zelfs ik als Mechel vond. ik vond dat geweldig. Alleen daarvoor zet je een TV aan, die match van toen. Ik denk dat dat een van de sterkste ploegen is die in het moderne Belgische voetbal er geweest is. Ja. Hadden jullie ook zelf maag? dat gevoel? Dat zo complementair? Ja, Zien je eerst... ooit in zo'n complementair middenveld gespeeld? Ja, de eerste wedstrijden niet. Hè. Ja, nee. En het ergste was: ay, het ergste. in die voorbereiding verliezen wij elke wedstrijd. Hè. <laughs> Was dat met Boskamp nog? Nee, dat was al Nee, Prodom. nee, nee, nee. Ja. Uh, in het vorige seizoen, ja. na een aantal. Dus wij, wij spelen nog die bekerfinaal, wij worden derde van dat jaar. En wij spelen de bekerfinaal die we verliezen tegen Club Brugge. Maar het volgende seizoen uh, vertrekt Concesao, uh, ver stopt Sapinto met voetballen, Rapaic stopt. Dus dat zijn drie heel ervaren uh, uh, spelers die, die weg zijn. Dus, en dan was het ook in de kranten van ja, standaard is veel te jong. En dus pronostieken was het altijd vijfde of zesde of zo. En uh, we hebben hier nog die voorbereiding. Op zich spelen wij wel goede wedstrijden, maar wij verliezen elke wedstrijd. Hm. Maar daar ik me niet meer. Kwamen die kwamen die te samen in de ploeg, van niet met Eerst verleihing. Ja. Een half seizoen later. Uh, nee, een half seizoen later, Witzel, denk, ik maar denk je. Voelt, je voelt toch aan zo'n gasten van oké, okay, dit is wel een uitzonderlijk niveau. Ja, maar Allee, het op zich, kampioen worden is nu altijd iets anders. Allee, ik keek vroeger naar tv en, en dat was altijd Bruggen of anderlicht. Ja, zeker niet standaard. Het was ja, dus gereden, zeker, zeker niet standaard. Ja. En, ja, in de jeugd, ik speelde bij KV Mechelen, wij hadden een heel goede jeugdploeg. Wij, waren eens, uh, ja, wij moesten dan ook soms meezakken als KV Mechelen zakte. Toen Speelden wij los kampioen, maar in de, in, in de eerste ploeg, dat was altijd ja Of, of RWDM was toen heel goed, of ja, je had ander licht. Dus ja, wij waren altijd zo derde, vierde. Lierse was toen ook uh, altijd hoog. Dus wij, maar kampioen spelen, dat is toch nog altijd zo. Uh, ja, dat was zo. Dat nee, moet, nee, moet, moet alles kloppen en een zijn. heel seizoen lang ook. Mm -hmm. ja, het is, we nemen het op, op uh, 420. Het is vandaag gebeurd. Ja. Bokani twee keer. Dat was na 25 jaar. Ja. Tegen Anderlicht ook nog. Ja. Waar dat heel die veten ook was. En toen waren. Jawel. Toen was het met Boussoufa ja, maar toen het was toen, was het, ja, okay. toen was anderlecht ja, ook, het nog toen nog zei anderlecht harde... ook het is verdiend na die wedstrijd zei, zei van een stok van Holzbeek het is verdiend uh, standaard ja, dat, was ook, ze... dat is ook wat anderlecht daarvoor zeiden ze ook wel van wij zijn beter we komen ze bakken. ja omdat zij een heel goede terugronde hadden gespeeld zij waren ongeslagen voor wat is het zeven acht negen wedstrijden waren ze ongeslagen en toen zijn ze vol vertrouwen bij ons en wij hadden zoiets van ja no way en uh, wij winnen maar toen na de wedstrijd zeiden zij wel van oké okay, standaard is verdiend kampioen dat eerste jaar maar dan in, die, in dat tweede jaar bijvoorbeeld, die testwedstrijden, werd het gewoon veel bitsiger. En dat, vanaf toen is het eigenlijk fout beginnen lopen. Ja, want dat, is, dat zei ik, denk dat T. Leroy zei van de Kikker Rush podcast. Dat is eigenlijk de mooiste strijd die ik heb meegemaakt. Ja, mooiste. Ik heel, ja, hevig. mooiste? Oké, okay, ja, ja. maar ook die buiten de clubgrenzen heen, ja, die bij heel België in ja, die strijd zat. Er zat dynamiet onder ja. die clash. Dat was ook, ook een wedstrijden ja. voor de titel. Ja. Ze noemen het ook... Zot is ja, dat. Zo'n jaren tachtig. Ja, voilà. René van der Rijken, eh, dat was die de befaamde testwedstrijd. Wauw. <laughs> wow. Altijd rood. Maar je eh? hebt wel een, een zwart-rode trui aan vandaag. is toch een beetje standaard eigenlijk. Ja, dus Misschien die eerste 30 <laughs> minuten van Anderlecht standaard niet gezien in die eerste wedstrijd. Uh, we zitten <laughs> nog bij de titel ervoor. Ah. Ja. <laughs> die, maar... die, dat wil ik graag weten. Dus standaard, jij zit daar kapitein al, oppergod, bij wijze van spreken. Oppergod? Ja, nee, maar dat was wel echt, hè. Dat is niet normaal. Uh, na 25 jaar worden die kampioen. Hoe ziet zo'n feestnacht eruit? Daar weet ik eigenlijk super weinig van. <laughs> ik heb gehoord, ook politiebegeleiding. <laughs> ja, dus dat was chaos, hè. Dus wij worden kampioen. En als je zo foto's van toen ziet... Dat is niet normaal. Dat veld is ja. volzet met supporters. En dan dat stadion is ook vol. Dus het... het Mensen hebben mij dan ook verteld, vanaf dat die 2-0 valt, dat was 20 minuten voor het einde of een kwartier voor het de einde. Een chip van een Bocani. Ja, dan waren de mensen, dus veel supporters kwamen van, van Limburg en zo, die stapten in hun auto om naar het stadion te rijden. Dus met het fluitsignaal komen die natuurlijk allemaal, allemaal eraan. Um, <laughs> en dan spelen wij kampioen, dus er is wat. Ik, dat is heel raar. Wij worden kampioen en tennis, enige wat ik dacht. Ik moet naar boven met Sindeedie dan een foto gaan trekken. Ja. <laughs> dus dan zou ik direct naar boven in die loge gelopen. Ik wil nu een foto. Uh, en dan, maar mede... die had u voor de match die schoen gegeven? Ja. Er waren al foto's van u. Ja, maar die ik, waren... een... ja, ja. ik was in mijn bloot bovenlijf met mijn uh, rood-wit haar. <laughs> um, nee, dus en, dan, ja, dan en daarna het... werd het wazig. Ja. En maar... daarna werd het waziger en waziger. Maar ik ik weet wel dat wij zo'n open kar hadden. Wij moesten naar het stadhuis. Maar dat is toch de dag nadien? Nee, nee, nee. nee. Dus ah, okay. die nacht moesten wij uh, naar het stadhuis. Hè. Dus wij, wij moesten gehuldigd worden aan het stadhuis. Maar dat ging niet. Die, dat was een mensenzee. Dus wij komen aan in het centrum. Mensen waren op auto's, op lantaarnpalen aan het klimmen. En tegen die, <laughs> die bussen die wouden erop klimmen en zo. Dus die, die stewards die moesten eraf duwen. Dus, allee, het scheelt niet veel of een steward zit daar onder die banden en zo. En. Ja, op een bepaald moment zegt die chauffeur ook van dit kan niet, wij ja. moeten terugdraaien. Dus wij teruggedraaid <laughs> naar het stad, maar die supporters die blijven in dat centrum. En dan zeiden ze van, iedereen pakt zijn eigen auto of pakt zo weinig mogelijk auto's en jullie worden begeleid door uh, uh, politie. Maar dat was onder, uh, in een tunnel waar je 80 mocht, dat was ineens 170 aan die tunnel. En uh, ja, toen waren we langs achter het stad eigenlijk omgereden en dan langs achter uh, in het stadhuis binnengekomen. Ja, dat moet een gevoel zijn. Dat was een explosie. Hè? Luik is ook zo een stad waarin ja. Die dat... foto's ook van dat je zo gedragen wordt bij die fans en zo. Ja. Als je nu terugkijkt, is dat misschien het mooiste moment van je carrière? Uh, ja, denk ja. het wel. Ja. Die eerste titel dat was, uh, dat was het mooiste, ja. Dat was ook de verdiende titel, hè? Die tweede ook. <laughs> okay, maar die, dat, die zullen we overslagen. Dat is toch ook gewoon een generatie. Daar, nee, maar dat was ook zo het begin. Het begin van, ja. van een generatie. En ook, uh, het was mooi, want alleen Fellaini vertrekt na die eerste titel. Uh, Fellaini vertrekt ook, maar wij spelen kampioen zonder te verliezen ook. Wij verliezen wel de week daarna, in inshallah, dat we allemaal uh, een beetje zat maar. waren. Ja. <laughs> een beetje. <laughs> uh, Wat mooi als een titel een week gevierd wordt. Ja, wij werden in elk restaurant uitgenodigd, dus wij gingen echt elke dag. Gingen wij eten met de ploeg en drinken. En, uh, ja, ik weet nog, die wedstrijd werd in inshallah gespeeld. Dus de helft van dat stadion zat ook vol standaard supporters. Het was 30 graden. Dus wij gingen die bus af. Wij waren uh, een beetje champagne in die bus gedronken. Ja, die zon die begint daar <laughs> te branden op je gezicht. En ik zei. Maar jij kunt <laughs> toch goed drinken? <laughs> <De> water. <lacht> <lacht> maar um, ja, ik dacht van dat deze wedstrijd hey, snel gedaan is. Maar, het, het was ook zo de derde keeper. Uh, Jeremy de Vriend, die mocht dan de eerste keer spelen. Wij verliezen 2-1. En die begon naar te wenen omdat het de eerste verliesmatch was. Maar ja, gelukkig we En dan voelden wij, ons een, beetje, wij voelden ons een beetje zo van. Ja, ja schuldig terecht. Schuldig. En Perdom komt ook in de kleedkamer. Die begint echt kei kwaad te worden. Van, eh, dat kan niet. En ik wou kampioen worden Heel seizoen. Ja, ja, Ongeduldig. Ja, daar wel echt mee Ik zo ja. vijf minuten en wij zoiets van. Huh? Chill. En dan komt hij zo een minuut later, maar we zijn kampioen. Dat is het een trigafeest. Zo. Ja, toch. Een, allez, ik, ik word al terug blij als ik eraan denk, want inderdaad, die ploeg was gewoon zo. Maar wij wisten ook op een bepaald ja, moment. We hadden op een bepaald moment hadden we ook veel gelijke spelen. Wij hadden ook zoiets van: oké, okay, maar, maar wanneer je... was er altijd zo heel sterk. Wij verliezen hier vandaag niet. Wij gaan misschien niet winnen, maar hier komt niemand door. Ja, want je zegt, Anderlecht kwam echt opzetten, maar die bleven precies toch? Nee, het was 7, 8 punten. Hè? Ja, ja, maar, ja voilà, maar ik bedoel, die bleven lang zo 7, 8 punten. Die ja, kwamen precies ook niet. Anderlecht dat die eerste ronde. Slecht. 15 punten achter of ja, zoiets. Ja. Ja. Allee, Brugge stond eerste, hè? Brugge stond eerste. Dus wij waren op een bepaald moment 5 punten achter Brugge. Wij gaan naar Brugge, wij winnen daar 1-2. En toen heeft Jackie Mathijssen de uitspraak gedaan van. Nu weet ik zeker dat wij kampioen worden. Ah ja, ah, ja mooi. <laughs> Dat is een en toen hadden ja, ze nog drie handig. punten voorsprong. En ik denk de week of twee weken daarna zijn we erover gegaan. Wordt die dan opgehangen in de kleedkamer? Uh, dat wordt wel een paar keer aangehaald, ja. ja. ja het zal en zeker doen. bij jong gasten moet je, dan dat, je moet ons niet veel geven, natuurlijk. Nee. Ja, ook maar je blijft het strafste vinden dat die ploeg zo, behalve dan Fellaini, maar zo bijeen is kunnen blijven. Ja, ja, dat, ja is, dat, dat is, is nu de, veel moeilijker, zeg. Maar, de, de maar de wij de hadden ook al hetzelfde doel. Wij hadden zoiets van, wij willen kampioen worden allemaal. Wij hadden zo'n samen... Wij hadden zoiets van... Wij willen kampioen worden, wij willen samen die Champions League. Hè, wij ja. willen dat samen doen. Dat snap ik ook. En ja, dus dat, dat, dat leefde zo echt in, in, in de kleedkamer. Het is ook een legacy neerzetten van... Veel ploegen toch blijven nog, toch nog wel dat extra jaar. Inderdaad, omdat die Champions League longt. En je denkt van ja, als ja, we in die flow blijven gaan, wat, wat kan er dan nog allemaal gebeuren? Toch? Ja, ja, Waar, waarom zouden we dan vertrekken? En oké, okay, niet gaat voor de jackpot. Maar als er dan vijf of zes vertrekken, dat, dat zie je toch niet zo ja, vaak van gebeuren. van de jackpot, dat was toen 25 miljoen. Dat was ongezien, hè. Ja, ja, ja dat, dat, dat was daarom niet geen ja. op of zo. Dat zou, ja, dat ja, zou dat crimineel echt, zijn als die ja. daar neer tegen zijn. En eigenlijk ook pas op 31 ja. Ja. en die, die wist ja. zelfs niet hoe, hoe dat Everton bezig was. Filip Jozef heeft dat eens uitgelegd, ja. dat hij hem tegenkwam op de luchthaven en die wist van niks dat eigenlijk. Is hoe best staat Everton ja. eigenlijk? Ja. Ja. <laughs> die wist van niks, maar ja. ja. die hadden eigenlijk ook echt vrienden. Jij en Witzel en Fellaini we waren ook echt, maar dat was een hele klik eigenlijk. Hè. Je had. Uh, 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 Witzel, Fellaini, Ikke. Uh, Mohamed Sar, uh, Reginald Goreux. Kucci. Uh, die waren dan zo'n beetje de, de, de rustige oh, zoon. Een ploeg eigenlijk. Uh, ja, Dieu, die deed dan veel op zijn eigen. Maar die. die Allee. Ja, dat was zo'n beetje onze klik, hè. Mooi. Het dat. Dat bandietregen, mag ik dat zeggen? Dat was een ploeg vol bandieten, wat agressief mago ook. Allee, ja, dat wouden ze. Vuist vooruit. Ja, absoluut. Dat die mago zat wel rond die ploegen. Ja, wij, wij hadden dat ook zo. Hè. Het is, het is wat, wat ik zei op bepaalde wedstrijden: oké, okay, we gaan hier niet winnen, maar hier komt ook niemand door. Maar je vindt het ook het seizoen nadien fout gelopen, denk ik. Omdat dat gevoel leefde wel dat jullie werden echt opgenaaid, vooral door Predom dan, tegen Anderlecht een beetje, omdat je wist: we kunnen ze pakken. En bij Anderlicht. Ja, dat was wel. Van... Beleunie wel trainer, hè, dat tweede seizoen. Oké, okay, dan beleunie. Maar gevoelde dat wel. En Anderlecht had altijd het gevoel van... Wat fuck, aan... Die pakken ons wel. En keer op keer op zo. Een vuil randjes dat er wel ergens aan. Niet op een Anderlicht manier. En daar stak nog dubbel. Maar zo hard. dingen was van... Het waren ja, maar... twee grote ploegen. Hè. Dat was een goede ploeg van Anderlecht. En je had gewoon standaard. Er waren twee top, maar vind jij dat dan als Anderlicht van? Vond je dat dan vuil? Of, of uh, nee, maar dat deed meer pijn. Ik en vond de en tweede ik... testmatch was, was, was vuil in die zin van wij moesten niks. Wij moesten gewoon zorgen dat we geen goal binnenkregen. En dan maken wij een penalty. Dus ja, dan moest er helemaal niks meer. En wij wisten, als wij uh, fysiek uh, harder gingen spelen, dat Anderlecht niet mee kon... Dus dat dat was het. die kon de fysieke kracht niet aan nee, nee. Op, dat, op dat moment. En dat was het. En dat was zo. Het er... was ook altijd op een randje. Hè. Maar Anderlecht, op dat moment, kwam er voetballend ook niet, niet uit. Dus... Nee, nee, dat werd beter. Simpel. Het dus... is toch niet fout om als ploeg, als je dat weet van jezelf, van wij hebben gewoon kracht, lengte, uh, duelkracht, om dat te benutten? Dat is toch niet verkeerd? Je kunt dat niet maar zeggen. Nee, het, is, nee, het is een het is vuile is manier verkeerd, om een, een titel maar te claimen. het zit frustratie achter bij de tegenstander, waardoor er ook waardoor het ook echt... Ja, maar maakt. je hebt ook veel, die veel van die uitspraken als een topploeg niet kan winnen van een kleine ploeg. Ja, ze staan met tien van achter, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Volledig alle... mee eens. Maar drie maanden na de barragematchen loopt ja, het mis. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat begon eigenlijk bij die tweede testmatch, omdat ja. daar zoveel fout liep. Uh, maar dat je... was bola toch? Met zijn Ja, Bolat. Ik heb toen een tikkel gedaan op Biglia. Uh, Wazileski heeft daar een paar elleboogstoten uitgedeeld. Uh, dus dat was ook, en toen ook die reacties van. van hè, dus de reacties werden ook wat grimmiger na de, na de wedstrijd. van Dit is niet verdiend, de penalty was cadeau, en, en we pakken ze volgend jaar wel terug. En dan komt die wedstrijd eigenlijk al in augustus. Ja. Dus dat ligt allemaal nog heel vers. Ja, en wij moeten naar later. Anderlecht. Dus uh, ja. Weet. In die week ook, in die aanloop, ja, dat, dat, dat werd zo opgeklopt. En dan... Herinnert u je zich je heel die fase nog van Moselewski? Bijna, denk ik wel, ja want dat begint eigenlijk Bij mij. ja bij u hè. jij wordt eigenlijk moet de ref... Well, ik ga het nu niet zeggen dat zijn fout ja, is natuurlijk, maar eigenlijk moet die daar fluiten, want dat is een fout. Ik op word u, daar getrokken en de bal komt uh, tussen tussen uh, Witzel en Wazil. Wazil. en je ziet Wazil komen en Axel draait zich half weg, zit zijn voet en zet zijn voet eigenlijk over de bal en Wazil shot daar keihard tegen. Ja en en ja. Gehoord het kraken. Hè? Ja, maar ik denk ter defensie dan van Witzel, ik denk dat hij ook gewoon door die matchen daarvoor was, heel... was wel, dat was degene die jullie fysiek nog wel pijn deed, samen met Van Damme misschien. Ja, kijk, is het is moeilijk om daarover te praten in de zin van, er gaat niks uit mijn mond komen wat. Ja, wat dat goed praat. Nee, wat wat, wat, wat uiteraard... iets goed praat of wat. Wat, wat iets excuseert of zo. Dus dat was absoluut een rode kaart. En, hij, en, en nee, natuurlijk. En, en ja, hij, hij, hij zal ervoor gestraft worden voor die, voor, voor die rode kaart. Punt. En maar die wedstrijd, die omstandigheden. Er moest iets gebeuren, daar ging ook iets gebeuren. Dat, dat kon gewoon niet blijven. Maar dan Anderlicht voetbalt eigenlijk niet meer in die match. Ik denk dat dat logisch is ook. Jelle ook, Eigenlijk misschien ook. Maar jij had je Boussoefa wel nog echt lelijk. Onderuit in de laatste. En dat was zo wat ik bedoelde. Daaf, de andere supporters tegen dat standaard. Maar, dat was zo van: hey, gast, ik je zou die fase nog eens vader. willen bekijken. En ook eens kijken van in welke minuut dat, dat was. Uh, dat was helemaal op het einde. Helemaal binnen. op het einde. En daar ging ja, ik, ik de dat is een bal. En ik dacht: van ja die moet gewoon liegen. Want de wedstrijd, ik, ik, ik kan ook niet meer lopen. Ik was stiekapot. Ja, dat geloof ik. Ik was stiekapot. Dus ik zeg: die moet gewoon neer. Maar ik denk niet dat ik zijn been mee heb. Ik, ja, nee, ja, nee. Heel clean. Die is van de grond af. Die is echt gewoon een beetje omver. Ja, ja. ja. Maar vind je dat dan? Vind je dat op die matchen... En je, en je maar dat weet... is echt winnaarsmentaliteit, puur van. En maar ik zeg gewoon, je bewerkt, oké, is laatste, moet je er Oké, die laatste, die moet gewoon gaan liggen. En de wedstrijd moet nu gedaan zijn. Het is genoeg geweest. Punt, ik ben stiekem kapot. Wedstrijd gedaan. Punt. Maar vind je dat dan nog leuk? Nee, het was, het was helemaal niet leuk. Zo'n wedstrijd. Nee, maar niemand voelde dat de op dat toch? veld. Iedereen was zo van, ja, waarom moeten wij nog verder shotten? Ja, ergens... maar nee, maar ook het, het hele op. Dat was niet alleen die fout, maar ook het. het heel het verhaal daarachter, het opgeklopte, ook wat, wat de, de bestuurs bestuur van beide clubs, dus de media, dus iedereen sprong daarop en iedereen deed daar gretig aan mee om dan ineens te zeggen van ja nee vingerwijzen dat ja vingerwijzen, jongens jullie hebben dit heel, veel te ja, opgeklopt ja, ja dat, agree dus dan is het ineens de spelers in fout terwijl we alles gewoon alles daar rond, dus, hè, dus iedereen weet heel goed supporters lezen kranten en gaan mee in, in, in bepaalde verhalen, uh, bepaalde bestuursleden geven interviews om, om de boel nog wat op te stoken. Ja, ja zeker. Er gaat een andere supporter helemaal naar dat bondsgebouw als wie het zelfs een straf moet gaan horen. puur om daar assassin <laughs> te gaan roepen. Dat, dat was haat. Denk dat je dat tuurlijk, je en, niet meer hebt leren, is maar... Eigenlijk veranderd van naar concurrentie naar, naar haat toe. Gewoon, ons uur zit er eigenlijk op. Ik wou er niet PlaySports. naar wijzen. Ik wou eigenlijk zeggen. Jij ja. ziet de klok eigenlijk? Ik zie dat in het spiegelbeeld. Ah, okay. en ik zag van oei, oei, oei dat PlaySports uur, dat, dat vliegt hier weer voorbij. Voilà. Zullen we zullen nog even doorgaan voor de YouTube van PlaySports <laughs> en de podcast van Friends of Sports. Maar aan de PlaySports-kijkers, we zien u volgende week terug. Voilà. Nu gaan we verder gaan die mannen van Play Sports, dan nog vinden slag, als wij altijd, op, uh, dat slikken, wij altijd doorgaan op YouTube. Wat? Ja, gaan die dat blijven slieken dat wij altijd doorgaan op YouTube? En nu dat je dat zegt, ga ik waarschijnlijk een telefoon krijgen <laughs> natuurlijk. het <hè? laughs> is op de YouTube van Play Sports dat dus. Ja, het is dat, kijk. Voilà. Ze hebben er ook het genot van. Hè? Voilà, ja. En niet veel later, na het Wasilewski-moment, heb jij ook eigenlijk je eerste zware blessure. KV Mechelen. Ja, dat was eigenlijk... Dus ik ben eigenlijk uh, gebleven voor Champions League te spelen. En de kampioen van dat jaar speelt rechtstreeks. Rechts, ja. De eerste keer rechtstreeks rechts, rechts Champions League. Dat was een beetje het... Uh, ook zo'n beetje het, dat iedereen het, die matchen ook opklopte. Van, er is wel 15 miljoen of 20 miljoen aan, aan, aan vastgebonden. En direct toen wij kampioen spelen, wordt dat liedje van de Champions League natuurlijk ja, uh, gespeeld. Zie. Maar snap je? snapt je? Dat maar is, wat daar is... Daarom gaat het allemaal... Dat mag toch. Hey, kijk, Anderlecht, Anderlecht is een op dat moment meest hetzelfde. in de geschiedenis, toch? Jij denkt, als het omgekeerd was, dat Anderlecht had de Champions League Als je, als, als je jij de eerste keer Samen. in de Champions League mag spelen, dan gaat die hymne toch af. Ja, oké, okay, maar dat zou niet de eerste keer geweest zijn voor Anderlecht. Hey. Ja, oké, okay, maar stel dat nee, nee. nooit. Ja, niet als Anderlecht van kun je niet claimen dat Anderlecht de meest brave en vriendelijke club van het land is. Die zijn toch arrogantie eerst? En dan mag ook ze zijn. Nee, maar dat is niet die benutten toch enfin, alles om te tonen dat... Anyway, ja. um, waar waren we gebleven? Ben dat je zegt gebleven voor die Champions League. Ik ja. was gebleven voor die Champions League. En de week, dus de zaterdag of de zondag, uh, voor uh, Arsenal, het was de eerste wedstrijd thuis tegen Arsenal, spelen wij tegen KV Mechelen thuis. Evert is ook zo KVM, Mechelen. Iedereen doet zo naar u. Ja, ja, ja tegen ik Michele. ben de verpersoonlijking van die club. En uh, ja, er volgt een ingooi en ik wil hem, dus ik krijg een bal recht voor mij en de goal is schinder, dus ik wil hem schuppen naar de goal. En met dat ik hem kaart wil schuppen, komt uh, Persoons, was het? Ja. Ach, ja, ja. Achter mij, dus ik zie hem niet en, en hij wil die bal blokken, maar hij was te laat. En hij steekt zo zijn voet eigenlijk. Hè? Ja, ik zit onder zijn voet. Ja. Dus ja. ik zit ja, ja. onder zijn voet en uh, ja, ik begon te manken en ik ga even naar buiten. En de coach was Bologna. En, uh, <laughs> ja, ik was fout. En er mensen van: allez <laughs> Steven, hey, ça va aller, ça va allez. Hey, Dat loopt maar een beetje. Dat gaat even pijn doen, maar dat gaat wel. Een blauw plekje. zeg schoen, druk dat veld op. En er komt een bal juist voor mijn voeten. En ik wil daar naartoe gaan. En ik zak volledig door mijn voeten. Ik zeg: Ja, dat kan niet. Ik kijk zo naar de coach. Ik zeg: Ik moet eraf. Dus en denk ik kijk dat... op dat moment naar mijn voet. En mijn schoen, die zwart was, was rood. Dus er was een gat in mijn schoen. En dat begon zo bloed uit te komen. Ah, en ja, toen wist je hoe laat dat was. Dus, uh. Maar denk je dat je dan geblesseerd wordt bij het persoonding of met door te doen? Nee, 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 persoon. Ah, Oké, okay. uh, okay, want daarna uh, ik kom uh, um, de kleedkamer binnen, dus ze knippen mijn schoen door, ze knippen mijn scheenlappen door. En uh, dus die wonden dat is zo'n soort fonteintje dus daar komt. Oh, zo... what the fuck? De <laughs> goede naden komt zo bloed uit. Oh, dat kan ik echt niet goed tegen. Dus, uh, maar op dat moment had ik niet zoveel pijn je zet nog adrenaline in. Ja, uh... dus ik had op dat moment niet zoveel pijn. En Pierre-François komt naar beneden en die kijkt: Oh, we gaan dat toenaien, Dan is dat woensdag klaar. En de dok kijkt naar, naar, naar Pierre-François. En ik ook zo: Ja, misschien wel. Ik, ik wil die Champions League spelen. En, um, dus uh, ik moest naar boven naar het ziekenhuis voor uh, foto's te laten nemen. Maar ik moest wachten op de dokter. En uh, dat duurde ja, nog een uurtje, denk ik, en uh, die kwam naar boven. Maar mijn voet was toen koud. En ik weet nog dat dat toen een uh, stagiair was uh, die zei van wij moeten aan de scanner pakken. En mijn voet stond, uh, stond recht. En die zegt van je moet je voet platzetten. Ik zeg ga niet, ga niet. Ja. En die, die stagiair zegt van ja, maar dat gaat toch wel moeten voor de foto. Ik zeg ja, sorry, maar dat gaat niet. Die pakt een voet en die doet die naar beneden. En oh, what the fuck? Ik begon daar te schreeuwen. Ik dacht, deze kan niet, hè. Dus, dus. En uh, ja, ik zeg, ja, heb de pijnstiller alstublieft. Ja, meneer, ik weet niet goed wat ik u mag geven als, als voetballer. Uh, ik zal je een dafalgannetje geven. Ik zeg, mijn dafalgannetje gaat... Maar ik begon dus echt zo kwaad te worden. Mijn er niet komen, hè. En uh, toen kwam een dok vijf minuten later. En ik, ik zeg, dok, je gaat mij nu een pijnstiller geven. Wat is er gebeurd? Ik schreeuwde uit. Die begon dan tegen die stagiair uit te vliegen. Ik zeg, ja. Dus dan werd ik in slaap gedaan, dus ze hadden die foto's bekeken, dus er was een, een, een gat van twee centimeter in mijn voet, dus dat middenvoetsbeentje uh, was... Het bekkenbeentje, hè? Het hmm? bekken een beentje, toch? Het, het, het eerste, bij mij was het het eerste middenvoetsbeentje. En, uh, dat was gewoon weg? Weg. Dat en, was een gat van twee centimeter. Dat was, was gewoon weg, versplinterd. Dus oh. die nacht hebben ze dat gewoon uitgekuist en... Toen is een dokter, ja, we hebben daar wat, wat, wat uh, metaal van de, van de stuts uitgehaald. Uh, wat gras. Oh. Uh, dus eerst uitgekuist, morgen gaan we dan nog eens de goed bekijken. Vertelt dat niet uh, met zoveel plezier, hè. Ja, maar ja. En uh, de dag daarna terug foto's genomen en dan zag je heel clean zo het gat van twee centimeter. Dus de stuts van persoon zaten in uw voet? Ja. Oh, en uh, toen, uh, de dag daarna, foto's genomen en. Uh, nou, ja, dan weet je toch meteen dat het zeer, zeer ernstig is. Ja, het was gebroken. Ja. hè. Allee, ja. ja, Ook op een zeer moeilijke plaats. Hè? Een middenvoetsbeentje. Ja, voet. echt waar. Oh, dat maar dat is, toch, dat is toch echt die blessure waar Beckham is het ja, WK heel, voor ging missen? Heel veel voetballers hebben het Ja, maar bij Beckham was eh, het niet versplinterd. Nee nee nee, nee, het nee, nee, nee. Dat was gewoon dat een breukje, hè. Ja. Hoe herstellen ze dat? Ik wou dan? je eens vergelijken met Beckham. Pak het. Tik ze daar eens bij in. Pak die vrijantrapp van United. Ze pakte dus een beentje van mijn. In mijn heup, ah, ja. dan gingen ze dat zo vermengen met een soort van cement in mijn voet steken. En, um... maar, maar de dokter vertelde uh, dat zo in, in de laatste fase van testing, we doen dat op zware ongevallen, uh, want dat cement, dat moet pakken met je lichaam of zoiets. Uh, als dan, want het beentje op zich is niet stevig genoeg om altijd die impact te kunnen uh, verdragen. En, uh, ja, ja, dat is totaal ander been uit je lichaam. Dat is normaal dat het been uit je, uit je heup niet gemaakt is om een voetbeen te zijn ja, voilà, te, uh, dus, te knallen. Dus, en de dokter zei zoiets van uh, ja, als dat niet lukt, uh, hebben we, groepen, we hebben een probleem. Ja. Dan denk ik wel dat jij moet stoppen met voetballen. Ja. En toen was het zo, precies of ik wou dat niet horen of zo. Ik dacht, ja, dat gaat lukken, hè, prima. Ja. Uh, niet echt bij stilgestaan op dat moment zo van wow. Terwijl dat moment eigenlijk, dat weet je op dat moment niet, maar de rest van je leven bepaalt. Ja, en uh, ja. Dus dat wordt gedaan, dat lukt, uh, dan begint de revalidatie. Uh, en eigenlijk is het daar ver verkeerd beginnen gaan, die eerste wedstrijd. Ik zie de jongens tegen, uh, tegen Arsenal spelen. Ja, ik ben eigenlijk speciaal gebleven voor die Champions League-campagne. Uh, en uh, die niet te kunnen spelen, ja, dat was. Ja, voor mij was dat. Um, ja, gruwelijk. Ja, gewoon een, een, een droom die kapot spat eigenlijk. Hè? En um, ook zo, hè, dus die, onze, onze generatie van standaard was dat. Uh, dus dat was het van het. Wij het dat. Wij zijn daar al allemaal samen voor gebleven. En daarna was het van, als je een goede Champions League speelt, van. Weg. We, Want je okay. krijgt ook dat toch bij die blessure dat Sir Alex Ferguson een brief Ja, daar krijg ik ook al een brief van van Alex Ferguson, omdat in, in, in het jaar daarvoor spelen wij een enorm goede Europese campagne, winnen wij van UEFA Cup winnaar Sevilla. Uh, daar speel ik ja, een geweldige wedstrijd. En toen zei uh, Luciano ook tegen mij, United is die in doorgaan het houden. Uh, en nog andere, nog andere buitenlandse ploegen. Dus doe zo verder. En uh, hij wou mij de Champions League laten spelen om daarna te zeggen van... De grote deur, ja. Door de grote deur. En dat gaat allemaal niet. En ik had zo ook... In die revalidatie, dus je probeert zo snel mogelijk terug te komen, dus, dus na vier, vijf, zes maanden, ik, ik denk dat ik in januari terug zo mocht beginnen lopen en zo, dat deed ongelooflijk veel pijn. En scans genomen, en op zich zag ik dat het er scan gewijs allemaal goed uit, Kijt, ja. uh, maar die pijn, dat was gewoon niet te harde dat, dat deed gewoon enorm veel pijn. En ik kwam overal te laat en ik kwam, ja, ik, ik kon niet, kon geen lange bal niet meer trappen, ik kon geen, geen pas niet meer geven. Ik Dacht, ja, wat gaat dat nu altijd zo zijn? Ja, snap Want, ik. Is dat nu het? Is dat, nu... is dat de nieuwe stevende voet? Ja, is dat ja. nu de nieuwe stevende voet? Ik moest terug leren... Want mijn rechtervoet is nu kleiner dan mijn linkervoet. Mijn, mijn grote teen is nu kleiner dan mijn andere grote teen. Hoe kan dat? Dus ik moet nu met twee verschillende voetbalschoenen spelen. Dus, uh, maar hoe dat? Middenvoets... Omdat dat korter is, is? Omdat dat korter is... is. Kent heel je voet. Dus heel mijn biomechanica verandert. Jezus Christus. Mijn afrol van mijn rechtse is niet hetzelfde als mijn linkse. Dus... Daar komen heel veel secundaire blessures van. Om, uh, spieren die normaal niet veel worden gebruikt, worden daar ineens wel veel gebruikt. Ja, door anders te gaan lopen, ja, komen er andere blessures. Uh... Tuurlijk, je lichaam was dat ook helemaal niet gewoon. Dat al 20, 23 jaar zo gespeeld en ineens moet ja, je dat en helemaal en anders leren wandelen en spelen. Dat is één en ding. En, en het tweede ding is van, ja, speel technisch. Ik moest terug alles veranderen. Ik moest terug leren voetballen, eigenlijk. O, ja. dan, dan paniekeer je toch wel even, denk ik. Want dan ja, weet je, ja, dat is dus op zijn kant. Had je hoort veel van voetballers die hun eerste zware blessure hebben, dat die echt wel een, een, net niet of net wel in ja. depressie geraken, ook ja, veel meer mij... uitgaan en zich niet meer gaan verzorgen en zo. Ja, was bij dat mij heel... was dat, heeft zich dat geuit in, in, in het meer gaan uitgaan of in het meer van uitleven van, ik moet mijn frustratie kwijt of mijn... Uh, um, en ik heb dat zo geuit tot op een bepaald moment Luciano zijn niet genoeg geweest. Nu, nu stopt je met uitgaan. Ja, nu stopt je, nu stopt je met wat dat je bezig bent. Ja. Maar ja, als je zelf de hoop misschien een beetje had verloren op die schone carrière, dan, dan snap ik dat je de vlucht zoekt in... in ja, je zijn ook nog een, een jonge gast, hè? In ja, maar uitgaan, bij mij was het ook veel zo van... Ik was een voetballer voor die blessure die bijna alles kon en waar de sky the limit was. Ja. En, uh... <laughs> Goeie en verwijzing, en Steven. Goeie verwijzing. En daarna uh, was het veel minder. Maar om het terug naar het positieve te trekken, er is nog wel een climax bij standaard dan. Die dat seizoen komt. Jullie... Ja, maar dat, dat, dus dat, is, dat gebeurt eigenlijk allemaal in het vierde seizoen. Dat is een beetje zo het seizoen. Mm -hmm. we, worden in playoff, we spelen play of twee. En we spelen nog wel, denk ik, de kwartfinale van de Europa League. Maar daar was ik niet bij. Allee, ik blesseer me weer en een spierscheur of zo. En, ja. Maar dat had dan allemaal daarmee te maken ook. Ja. Of dat was met het uitgaan. Ja, nee, dus, allee, op, 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 op zich zal het uh, waarschijnlijk van de twee geweest zijn. Maar ja, door de, bi allee, de biomechanische verandering in mijn lichaam heb ik veel van die kleine blessuurtjes gehad. En dan, ja, het uitgaan zal niet geholpen hebben. En, uh, dus dat vierde seizoen was eigenlijk voor te vergeten. En dan beginnen we aan dat vijfde seizoen eigenlijk. En, uh... Maar dan zit Witzel er ook nog, hè? Ja, uh, is er altijd. die is dezelfde zomer ja, dan, als mij vertrokken. Dus, uh, da, zich... Dat dacht ik dus niet. Maar dat heeft ook met zijn schorsing te maken. in die. Ja, maar uh, uh, Witzel heeft toen wel die Champions League kunnen spelen. Die was acht wedstrijden geschorst in de Champions league In de Belgische competitie. In de Belgische. Nee? En in enfin. de nee? Ja, maar hij speelde wel de Champions League, dus hij moest zich fit houden voor die... Uh, dat moet uh, toch ook eigenlijk niet gemakkelijk zijn, om je fit te houden dan, hè? Nee, absoluut, absoluut. Het is gewoon Niemand heel spijtig dat die, een, die een droom die die selectie van standaard had, eigenlijk ja. uh, door allerlei zaken niet is gelukt. Verlaini weg, Witzel die schorsing uh, stevig gekwetst. Ja, dan, dan, dan dooft dat toch uit. Ja, want eigenlijk was het plan om altijd per jaar één iemand weg te doen ja. door de grote poort. Van de vijf gaat uh, Witzel, Verlaini, Jovanovic en Bocani de Voer. Zo zie je maar dat voetbal toch altijd afhangt van momenten. En wat super kleine dingen. Super kleine ja, dingen. Allee, daarvoor had ik ook zoiets van 100% voor het voetbal, alles moest daarvoor wijken. En, en ja, een planning. hè. Mm -hmm. Ik had zo echt zo'n planning. En dan na die voetblessure was dat van. Ja, wat als? Ja, ja, wat als, als ik niet had kunnen voetballen? Wat moest ja. ik dan eigenlijk doen? Dus je gaat veel meer beginnen nadenken. En ook qua voetbalgewijs, dat kwam er ook niet meer. Ja, ik had moeite om. om ja, ik, had, ik heb zes maanden met, met, uh, met inspuitingen gespeeld. Hè. Ik kon, maar ja. Steven, ik, je probeert het precies zo uit te leggen, maar ik snap, als je je hele leven voetballer tot dan. en ineens door iets wat je niet onder controle hebt, kun je dat niet meer zijn op de manier waarop je wilt zijn. Ik denk dat dat heel logisch is. Dat, dat was. Zoeken is. Ik denk dat dat ook heel logisch is. Dat er heel veel spelers zijn die op dat moment ontsporen. Hè. En Tuurlijk. dat hoor je ook wel vaak. Hè, van zich gaan in de drang steken. Je hebt een, een adrenaline terug, ook iedere Tuurlijk. week. En ineens is dat weg. Ja. En je is kunt ik... dan begint terug en kunt een bal tappen, maar je kunt hem niet meer tappen waar je hem wilt trappen, oh, terwijl dat vroeger... Het moet zo frustrerend dat zijn als dat je zegt. Ja, dat zo gemakkelijk ja, ik, ging, natuurlijk oh. ging, dat dat niet meer kan. Ik snap dat, dat dat even een zwart moment is. En dat dat heel moeilijk is om daar terug uit te kruipen. Ja, ja en toen hebben we dat. dat... De laatste seizoen eigenlijk geweldige play-offs gespeeld. Ja, want dat is de dat vind ik de, best, allee, de beste play-off-campagne ooit van een ploeg. Hè? Ja, hè, de, wie, de allerlaatste speeldag van het reguliere seizoen 28, krak 20, krak op, in 30, de eigenlijk Nee, ik ja. weet de het niet meer. 26. Wij We twee moeten twee gelijk winnen, spelen, één ja. voor de matje, ging en dan de laatste gedaan. Wij match -in -genk. moeten winnen in Charleroi, denk ik, de laatste wedstrijd. En wij winnen daar twee, drie of zo. En dan uh, was ook niet een strijd met KV Michel of zoiets. Uh. Want we hebben toen ook een inhaalwedstrijd tegen KV Mechelen, die toen voor ons stonden. Wij stonden toen achtste op een bepaald ja, moment. Ja, wij zevende aan oor... dicht weer. Hè? Ja, ja we hebben toen drie neuronen uh, van KV Mechelen. En zo zijn wij... Maar ik voel precies in uw uitleg dat dat, dat voor u minder, minder aanvoelt dan die periode ervoor. Omdat ik toen ook gekwetst was en ja, ik, ja, ik haalde mijn niveau niet. En dat was eigenlijk zo van... Maar in die play-offs speel je In je de play ik, speel ik de eerste... Dus die eerste wedstrijd was tegen Anderlecht. Waar, waar we de B-ploeg laten spelen, die met 1-3 gaan winnen op Anderlecht. Dat weet ik echt totaal niet meer. Wij hebben, toen de halve, wij hebben toen de halve finale, uh, de halve finale van de Mengels gespeeld tegen Gent. Wij verliezen 1-0 in Gent. En wij moeten die terugwedstrijd spelen de woensdag na Anderlecht. Dus zegt Dominic de Nofrio zegt: van, Ik ga mijn B-ploeg laten Kort spelen. Kortste weg naar Europa. Ja. Ik zeg: uh, Iedereen dacht zoiets van ja. Wij gaan nooit kampioen spelen. Dus hij laat zijn B-ploeg spelen tegen Anderlecht. Die mannen die winnen 1-3. Dus we hadden zoiets in de kleedkamer van, oh, wat is hier gebeurd? Um, ah, en dan winnen wij... Van, die, die, genieten, zo die genieten ervan. Ik vind dat allemaal mooi. En dan winnen wij ook die halve finale met 4-2. Dus alles valt echt wel reuze mee. Ja, en dan spelen wij dat tegen is. Genk thuis die tweede wedstrijd. Genk stond dan zes punten voor ons of zo. Of vijf, of weet ik veel wat. En die wedstrijd winnen wij ook 2-1. Nou, dus je komt weg, al ja. terug op drie of vier punten en, en ineens wint dat zo van... Ja, ja, en dat kan standaard als geen andere ploeg. Dus je wint zo, ja. maar ik, ik val ineens dan ook weer gekwetst uit. Um, dus ik winst nog een paar wedstrijden en dan denk ik dat ik de laatste drie wedstrijden van de play-offs nog, nog, nog speel. En de bekerfinale. Maar dat was ook het rare, toen was de bekerfinale nog na de competitie. Ja. Ja, zo Ze moeten. Ja, woensdag donderdag. Ja, maar rare, dus, die spelen, in het weekend voor, voor een titel. Voor een titel nee, nee, het Was woensdag of donderdag? Woensdag die, of donderdag, de was laatste de Ik Denk dat wel. En dan de zondag was de bekerfinale. Ah, ja, zo kort op elkaar. Dat, oh, ja, dat, dat herinner ik me nog. En dan was ze van teleurstelling en ja. dan, ja, gaat er nu alles verspelen op op een weektijd. Ja, maar dat was dan niet. Ja, nee, je speelt de bekerfinale tegen Westerlo en, en ja. Nog een iconisch moment dan, Jij steekt die een beker omhoog en wie het zelf trekt de broek af. <laughs> nee, <ja. laughs> De grapjes. <laughs> en dan vertrekken de broertjes Donofrio, allebei. Ja, dus ik ga op vakantie en ik, ik, ik doe ineens laatste nieuws open en ineens... Uh, ja, maar was dat... de Châtelet dat... koopt, standaard. Ja. Was ik... ook niet de moment dat Donofrio daar gras naar zijn kop kreeg gegooid? En nee, 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 nee dat was uh, voor mijn tijd. Ah, oké. Okay. Um, ik dacht zoiets van, hè? Huh? Dus ik, ik, ik bel naar mijn makelaar en ik zeg, ja, was, ja niet panikeren. Um, dacht, ja, oké, okay, en dan... Uh, een paar weken later kwam uh, en je hoorde al in de wandelgangen dat um, Duschat lees een beetje alle de Nofrio discipelen wou wegdoen. Maar je ziet natuurlijk met, met de kapitein, de vice-kapitein, uh, u, u ja, ja, Casella, die toen is doorgebroken, Mangala begin, die toen is, uh, dus je dan, hè? ja dus je kunt niet zeggen van die moeten we vervangen. Je kunt niet zeggen van die moeten we, dat gaan de supporters nooit nooit accepteren. Die vallen ook niet te vervangen allemaal tegelijk. Dan weet je dat je strontje ja, dus, te tegemoet hebt. Maar hij wou he? direct zoiets van zijn investering al, 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 al terugverdienen ofzo. Want hij heeft een jaar laat zijn... Ja, hij heeft er wat geld uitgehaald. Hij heeft voor miljoen gekocht, standaard. 30 denk ik. Ja, 30 en dan... zelfs. En dat zat er nog allemaal. Ja. Ja. En, en na de, de... spelerskern alleen al in meer het het was. verkocht. Die, 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 allemaal... die transferzomer heeft hem dat geld er wel terug uitgehaald. Hè? Dus die Châtelet is, is daarin wel dan... Business-wise slim geweest. Ja, maar nee, maar is de, de beste ploeg van het Maar kwam land, die dan, dan echt zo? Door? Allee, dat zal dan via je makelaar geweest zijn. Uh, ja, kijk maar uit naar een andere club. Want we nee, 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 niet nee. Daar werd zo heel, uh, um, heel subtiel gespeeld. Hij zegt van ja, Steven, als je weg wilt, wij zullen nu niet in de weg staan. Ja. Uh, dat uh, weet je hoe laat het is. Uh, uh, maar uh, Locomotief Moskou kwam. <laughs> wow, ja. Leuk. Uh, ja, dat was wel even zweten, want dat was gewoon blanco. Die zeiden van ja, hoeveel wilt je verdienen? Ja. En jij zei ja, bij Genk had ik 4,5k per maand. <laughs> dus als daar iets <laughs> bij kan... Is, ja, ja dus wij aan het onderhandelen en die wilden absoluut daar al een akkoord. Dus wij, wij zaten daar in de Mercure Hotel in, in Luik. Ah ja, en die wilden niet vertrekken. Alleen akkoord niet of geen akkoord? Zonder ja, dat ja. Ik, ik zeg van, weet je wat? Vanaf het moment dat mijn visum in orde is voor naar Rusland te reizen en ik daar kom, teken ik. Tijd gewonnen eigenlijk, slim. Ja, een beetje en, tijd trekken. Ja, een beetje tijd trekken, omdat Porto toen ook ge geïnteresseerd was. Uh -huh. Maar die hadden, nog geen, die hadden nog geen contractvoorstel gedaan. En dan op een bepaald moment, ik zeg ik tegen mijn makelaar Ik zeg, ja, kijk, als ik vertrek op die vlieger, dan ga ik wel tekenen. Daar ja. kan ik moeilijk nee op zeggen. Ja, en uit Rusland terug vertrekken. Ja, je wil nog één ding. Dus die geven in het. En dingen, blanco, vul maar in. Wat vul ja, jij dan in? We het zo invullen. Alleen die zeiden van ja, we willen zoveel geven. Maar ja, we hadden ter zoveel ter nog niet in gedachten, dus <laughs> we moesten ineens anders gaan schakelen. <laughs> dus um, voor die meeting zegt de gebruiker tegen u: Oké, okay, we gaan oh, voor x. Sorry, hey, <laughs> nee, hoe, hoeveel mee. wilt jij verdienen? Ik zeg ja, zoveel. En die begon, begon, ah, onderhandeling begint en die zaten er al 300.000 euro boven. En wij van, stuk te weinig. Met hem. Steven, kom eens. Dus <laughs> we moeten even in dat zaaltje ernaar <laughs> Even gewoon, wat gaan we doen? Dan? Hoe moeilijk is dat als je zo net een blessure had en zo, alleen niet net, maar allemaal die blessure hebt gehad en dat je kunt tekenen, je zegt gewoon: Ja, dat was binnen, binnen hè. dat was ja. kassa. En, en... Maar je doet dat niet, dus er moet dan toch iets zijn. Dat ja, omdat ik je voelde dat, dat was ook zo in de periode dat Rusland misschien nog niet zo. Ja, ik, ik, ik... Ik voelde daar ook weinig voor om, om, om Lombards en zo was toch al gegaan en, uh... ja, maar Lombards was de enige dat daar zat hè? Hm. Ja, en die. Uh, oh, ja. Je, je kunt u, alleen Porto heeft dat niet gematcht toch? Nee nee helemaal niet. niet nee, nee, nee nee helemaal niet. Maar... maar Porto was toch ook Luciano die daar. Ja je heeft? En, en 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 Luciano die zei van, oké okay, zegt hij, hey, dus ik zei van uh, als ik op de vliegtuig stap binnen drie vier dagen. Dan teken ik. En Luciana zei: Oké. Okay. Oké, okay, ik je bied in. een derde. En de de zegt, volgende dag okay, belt Kijk, Porto komt af op die, uh, op die dag. Maar het is toch wel bizar dat je dan akkoord gaat met minder. Alleen bizar. Nee, ik blijf uh, voor het sportieve kiezen. Want toen was Rusland wel zoals China nu. Ja, dat is nu nog erger. Dat werd zo, maar ik had, ja, Porto had juist de uh, Europa League gewonnen. Ja, ja, Porto, dat, voor mij sprak dat nog altijd tot de verbeelding. En ik dacht van ja... Ja, dat is een prachtige club. En misschien ook de levensomstandigheden in Portugal. Ja, en ik ja, dacht ook wel he, interessanter Porto, te Moskou, zijn dan Moskou, uh, ja. Is, is er... Allez, want als, als je dan naar Portugal gaat, is er veel. De vraag ik me altijd voor niveauverschil. Dus de Portugese competitie en de Belgische competitie. Ja, toch wel hè. De top, ja? de top is toch wel... Maar de niveau, top dan? De top, maar dat ja. is top drie dan. Want je hebt... Porto speelt toch vaker? Je hebt je Porto, Sporting, Benfica. En dan heb je Braga. Ja, Braga is ook een goed club. Uh, Braga. Uh, uh, Guimaraes, Boavista. altijd Boca zo Vista. één ploeg die altijd wel... Het goed doet, maar dan heb je altijd in die kleine ploegen en hebben altijd zo twee, drie Brazilianen. Ah, ja. Die zo heel technisch, heel goed zijn. En dat heb je in België ook wel niet zo dat technische, maar dan heb je wel. Ja, wel maar ja, fysieker. die moeten hier een andere taal leren en daar gaat het allemaal gemakkelijker. Hè? Ja, tuurlijk. De integratie dus. Tuurlijk, maar maar zou Waastland Beveren daar bijvoorbeeld maar, te gaan ja Qua niveauverschil bijvoorbeeld, in België is het dan fysieker, maar in, 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 in Portugal is het veel technischer, snap je? Dan, dan Porto en Benfica die staken er met kop en schouders bovenuit, omdat wij omdat die eigenlijk inkochten voor de Champions League te spelen, niet voor de Portugese competitie. Maar zou Bas Landbever degraderen in de Portugese competitie? Uh, ja, ja. Dat zijn, okay. allez, de, de, de drie topclubs zijn, zijn echt wel gigantische clubs. Hè. Als je dan een keer op vakantie gaat, dan ja. zie je dat dat da, da land... We gaan bezoeken toen in de stadion voetbal. is. Die stadions ja. zijn waanzinnig. Uh, ja, die clubs zitten daar echt in hun bloed, nog meer dan dat wij dat hier in België zouden beleven. Dat is... Alleen, Lissabon is ook een, een wereldstad. Dat is. Klopt. Ja. Ook de Braziliaanse markt, dat is zo. Hè. Alle top-Brazilianen breken daardoor de concurrentie. Ja, de, de nog. Huluk ja. zat daar en Villas Boas was daar net weg. Nee, Villas Boas was juist naar Chelsea. Dus ik dus zat ja. met. Ja, die hele. Falcao zat daar nog twee maanden. Ja, nee, dat zijn oh. namen, die komen niet in België. Ja, maar die ook België op die positie, voetbal, Moutinho. Moutinho. Ja, ja. Dan, dan was eigenlijk de bedoeling dat Moutinho die, die zou weggaan. Maar op de laatste dag heeft hij Tottenham geweigerd. Aïe. Dus dan. Ja. Dat was wel klote voor u. Ja, maar je gaat. Lucio González. Je gaat Fernando. Dan heb je Moutinho. Uh, ja, Fernando uh, Belushi zat daar toen. Uh, Freddy Guarin? Uh, Guarin zat daar uh, toen. Die van Marseille. Lucio Lucio González. Ja, Lucio is daarna teruggekomen. Na zes maanden is hij uh. teruggekomen omdat Guarina naar Inter is gegaan. Ja, just. Hebben ze Lucio gehaald. En Belushi is aan toe wel moeten vertrekken. Um, ja, maar je zat daar. Ja, ja, dat is, dat is, dat is altijd, een top ploeg, hè Dat is dat een, een Europese topploeg. Top ja. elke, elke positie twee topspelers. Hè? Ja, ik kwam daaraan en toen kwam Alexandro ook in die zomer. Danilo kwam toen in die zomer. Ja. Maar die zaten die eerste zes, zes maanden zaten die niet in de selectie. Zot eigenlijk. Hè? En daar ja, hadden ze... Mangala ook niet. Hè? Die speelde ook niet met Mangala. Mangala speelde het eerste seizoen volledig niet. Ja, dus en, ze en... veel talent, jongen. Dat is wat die ze in sexies. België ook niet begrijpen. In, in Portugal... In, in Brugge begint dat meer en meer te doen. Je koopt, maar niet voor direct. Je laat ze eerst aanpassen aan de omstandigheden. Of je weet van. Uh, Alessandro was linksbak, dus ja. Alvaro Pereira, Uruguayaan, Die gaat waarschijnlijk weggaan. Die is toen naar Inter gegaan en toen komt Alessandro. Dat ze weten, die is klaar. Dat is de volgende in lijn. En dat ja. je eigenlijk nooit een paniek aankoop moet gaan dat doen. Dat je nooit paniek, uh, ja, geen paniek aankopen moet gaan doen. En ja, ja. je ziet, Alessandro gaat naar Juve, Danilo gaat naar Real Madrid. Um, dus daar zit wel strategie achter. Maar in België heb je zoiets van: ah, we, kopen, we kopen iemand aan. Als hij na drie maanden niet rendeert, miskoop. Eh, na zes maanden. Eh, of... Ja, nee, is waar. jij daar graag in Porto? Ja. Maar de druk was wel, wel enorm. Wat bedoel Om de volgende Moutinho te zijn. Wij hadden, nee, daar niet van, maar gewoon de druk op de ploeg. Porto, wij moesten elke wedstrijd winnen. Ja, Ongeacht het of het ploeg? Champions League was of ah, niet. Ja, oké. Okay. Um, ik herinner me, wij, wij stonden eerste in, uh, in de competitie en wij speelden onze eerste bekerwedstrijd in, ik wil er vanaf zijn, oktober of november. Dus hij laat zo'n beetje de spelers spelen die niet veel spelen en wij verliezen 3-0. Maar we zijn nog altijd ongeslagen in de Geen competitie. Heb jij dan gespeeld? Toen heb ik niet gespeeld, nee. En we verliezen 3-0. Um, komen we terug aan het stadion, ineens 500, 500 supporters die, uh, die de bus bekogelen omdat je gewoon 3-0 verloopt, omdat je in de beker verliest. Hè? Ja, maar Porto dat is ook een unieke club, hè? want dat is de grote, ja, de, de grote winnaar, eigenlijk. En altijd in de battle tegen die grote clubs uit Lissabon, daar is heel de stad, heel dat gebied, gericht op die ene ploeg. Ja, en daar, is, daar is geen verdeling. Dus dat is allemaal op die club, die club is de trots van ook als heel wij, dat gebied. Hè? Bij die kleine ploegen op verplaatsing, er zijn altijd meer supporters van Porto dan van de, ja. van de thuisploeg. Ja, ik ja, ik ook wel wel maar je moest niet verliezen. Dat, dat nee, nou, was, maar in die in eerste de twee seizoenen, competitiewedstrijden, heb ik er maar eentje verloren. Oké. Okay. <laughs> Gezellig wel. Ja, maar je raakte maar, wel ja. nooit lang in de bank. Nee, basis, dat he? was altijd zo. Een paar wedstrijden ja. spelen, een paar wedstrijden op de bank. En dat was zo heel normaal daar, maar ik kon daar zo moeilijk mee hoor. Ik, zo, nee, maar maar jij soms moet sowieso vertrouwen hebben, hè? Z zo, zonder reden, zo, ja, ik, ik, ja. Ik slaat andere spelers of, of ja... Ja, natuurlijk. Ik, ik ga Moutinho zetten, vind ik nu niet zo. Ja, raar. maar die selecties ja, zijn breder gestopt. Ja, dat is ja. echt twee spelers op de positie die eigenlijk niet minder zijn van elkaar. En dan is het gewoon kijken: van oké, okay, wie heb ik nu nodig? Of, of. Maar bekijk je dan? vind je dan avontuur mislukt? Ja, ik, heb, ik heb de dingen eens nog eens gezien. Ik heb 60% van, van de wedstrijden gespeeld. Ja, ik vind dat ook niet. Mag je verwachten misschien door de de voer dat Porto nou wat bij Witzel ja. gebeurd is, nog een stapje tussen Maar Witzel kwam in een, in, in, in een Benfica dat in opbouw was. Terwijl ja, die Porto... had meteen zijn basisplaats. En, ja, ja dus dat zwaar. was een ploeg in opbouw en Porto was eigenlijk een ploeg die af was. En daar, daar vertrok ook niemand. Buiten Falcao is daar niemand vertrokken van die ploeg die de Europa League had gewonnen. Dus... Ja. Heb je daar de kans gemist om de Europese top te halen? Dat denk ik wel. En ik, ik, ik vertrok ook toen uit standaard, ook met die voet die toen nog ook niet 100% was. Dus ik was niet in de vorm van mijn leven of. of. Als, ik moet, als ik had moeten vertrekken uit het standaard, was het na drie jaar na de tweede titel geweest. Dan was het beste moment. Die, dat vijfde jaar had ik eigenlijk. Maar en toen, nog was in huh? toen was er ook concreet ja, ja, interesse ook. Toen was er ook concreet interesse. Ja, tuurlijk. Er was, er was concreet interesse. Maar Luciano heeft toen gezegd: van... Jij blijft omdat we Champions League speelden. En ik vond dat niet erg. Hè. Ik wou nee, Champions nee, nee. League spelen. En Porto kwam te laat. Porto kwam eigenlijk. Ja, allee, of eigenlijk nog op dat moment te vroeg, maar dan was ook het, het hele gedoe, ah, of gedoe, was de hele strategie ook van, van op dat moment van standaard, die moeten eigenlijk vertrekken. Dus ik kon eigenlijk niet blijven. Heb je spijt van de sky is the limit? Absoluut. Absoluut. Ik denk dat daar, want dat is iedereen wat ik over u tegen vertel, die zeggen allemaal, ja maar ja, die is toch zo en zo, en ja, je komt ons af en toe eens mee. Die mensen leren je dan ook kennen. Iedereen zegt dat die mispercepties, Maar dat is ook... Steven. En dat is allemaal door dat eigenlijk. Ja. En, dat heeft en uw blond haar en uw veel te grote zonnebrillen. <laughs> en uw ja, huwelijk met maar... paraplu's. En noem maar op. Maar dat heeft wel dat heeft veel, veel gedaan. Dat is toch ook de naam van dat programma? Toch? Maar waarom deed je daar aan mee? Maar ik wou, ja. er, ik wou er niet aan meedoen. En uh, ik scoorde toen juist die, wedst die, 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 die goal tegen, tegen Schotland en dan was ik zo terug in de picture bij de nationale ploeg en ik kwam zo terug op de voorgrond en zo en uh, wij gingen toen die wedstrijd tegen Kroatië spelen en, uh, en mijn makelaar was zo en zei ja maar dat zou goed zijn voor u en die vrouw die mij constant belde die zei ook van uh, ja het gaat echt een heel mooi reportage worden over, over mensen die succes hebben in het buitenland ik zeg, ja maar ik, ik snap niet waarom dat je mij wilt filmen mijn leven is niet zo speciaal in de zin van ik train ik kom thuis ik ga slapen en Af en toe ga ik eens wandelen of ga ik eens iets eten, maar ik... Ja, je moet wel eens vertellen, bij de speciaal dingen komt je niet filmen. Zo is het toch ook? Maar die wouden maar twee dagen komen, dus je komt... in die twee dagen, ja, wat wil je filmen? Zwaar. Ja. Bij die andere mensen zijn ze bijvoorbeeld drie, vier, vijf maanden of zo gaan volgen. Bij mij twee dagen. En dat was het... Die ideale wereld heeft er wel een schitterend filmpje van gemaakt. <Gij> de wereld. Maar, jij kent mij ook. Ik heb daar uh, genoeg humor mee om. Allee, genoeg zelfspot mee om. Ja, om je om kunt om... het ook niet meer ontdoen, dus. Tja, weet je, Allee. Maar, ja, ben, ben je daar kwaad op geweest achteraf? van jongens, je hebt mij goed, goed in het Absolute. zak gezet. Absoluut. Ja, ja, dat snap ik ook. Want ze weten goed genoeg hoe. Goed... Oei. Telefoon. Amai, dus we zijn al 93 minuten aan het opnemen. Nu voor de eerste keer krijg jij berichten berichtje of word je gebeld? Nee, dat is, mijn vriendin is de enige die er, die er mag doorkomen in die ja. setting. Ja, dus dat, als ja maar het is dat niet dringend? Nee, nee, nee. nee. Het <laughs> zal wel Goed, voor het, het, het is klaar. zijn of zo. eten klaar. Oké, okay, maar na <laughs> Is misschien Nee, ga maar door. Ik zal ondertussen het geluid proberen afzetten. <laughs> ja, maar ja, misschien is het echt dringend, hè? Nee, nee, nee. nee. Okay. Ik zal ze sturen. In um, 2014 dan, na 2K in Brazilië, gebouw ja. weg met Porto. Ja, ik wou spelen. Er was interesse ik van Anderlecht en er was interesse van PSV. Nee, er was nog geen interesse van Anderlecht. Dus okay. Voor de 2K uh, heb ik met. Uh, Cocu. Marcel Brans en Philippe Cocu ja. gesproken. Die wouden mij absoluut als nummer 6 bij PSV. Was geen, uh, ik was nummer 1 target. En je ging, uh, ging daar echt een hele tijd voor willen gaan. Hey, maar eerst ging 2K komen, dus je ging 2K afwachten. En, uh, en ik zei prima, PSV ideaal voor mij. En, uh, en toen was er zoiets van: ja, we zullen waarschijnlijk hetzelfde moeten leggen als ze hebben betaald voor mij toen. Uh. En dus ja, 2K. Ik, ik pak daar rood tegen, hm. tegen Zuid-Korea. En uh, toen nog een berichtje had van Philippe CoQ en Marcel Brans. Voor te zeggen: van Ja, Steven, trekken die niet aan. En, en dat gebeurt Dommar in carrière. <laughs> uh, we blijven achter u staan. En zo. Na 2K na, na, na spreken we wel af. En na 2K ben ik dan twee weken op vakantie. En ik zei tegen mijn makelaar: Ik zou graag hebben dat het al in orde komt dat ik niet terug naar Porto moet reizen. Om, uh, hij zegt van ja, maar Porto wil je niet echt wegdoen. Ik zeg zo: hoe? Porto wil mij niet wegdoen. Ja, ze denken dat je nog altijd belangrijk bent voor de kleedkamer Ik zeg ja, dat is bullshit. Hè? Allee, ik speel ook niet, allee, niet de manier waarop ik zou willen spelen. Ja, we zullen zien als we terugkomen. Ja, dan is het eigenlijk zo: ook op de trainingen, altijd is het zo uh, <coughs> wedstrijden 11 tegen 11 of zo was. Er waren altijd zo'n paar spelers die aan de kant moesten blijven, de spelers die eigenlijk weg moesten. En ik was daar altijd, uh, altijd bij. Toch, dat is ook wel pijnlijk. Dat is, allee, dat is dan toch bizar dat ze dan via je makelaar laten weten dat het niet zo is. Ja, maar toen wij, wij zeiden... Dus PSV had dan een bot opgestuurd naar Porto. En um, Porto had dat gewoon niet beantwoord. En ze belden naar mij. als Steven, kun je eens even naar de directeur gaan voordat ze op, de, op zijn minst... Um, die mail beantwoorden, ja of nee. Of, of, uh. Dus ja, dan hebben we uiteindelijk ja, niet genoeg. Maar de Eredivisie had toen ook wel echt weinig geld. Hè. Dus het kan nog wel dat dat niet ja, genoeg was. Ja, maar ze zouden tot mee. 7 miljoen gaan. Allez, 7 miljoen, zeggen. man. Ja, ja, nee, okay. Kom op, zich, voor de spelers die je dan toch weg moest. Dat is toch bizar? En, dan, uh, uh, ja, dus ze mag. begonnen aan 4,5, dus ze begonnen een beetje. En, en, en Porto zei: nee. En dan wilden ze fysiek samen zitten. Dus wij hadden stage in Nederland. Met Porto. Um, met Porto hadden wij stage in Nederland. En dan hebben ze elkaar. Alsof het erom ge... gedaan is toch? Ja, en dan hebben ze elkaar gezien. En dan, ja, er is nog wat. Allee, er moet nog wat gebeuren. Maar op zich, hey, PSV was um, positief. En zei dat het wel rond ging komen. En toen, op een bepaald moment, krijg ik kreeg telefoon. En uh, mijn makelaar zei van. ja PC dat wordt misschien moeilijk. Ik zeg Oh, dat wordt moeilijk. Ja, dat gaat misschien uh, niet lukken en zo. Ik zeg allee, dat kan toch niet. Hè? Ik zeg kan ik hier toch niet uh, een jaar verliezen en zo. Ja, maar misschien is er een oplossing. <laughs> en ik zeg uh, ja, wa wat? Uh, wat denkt er van Anderlecht? En ik begin zo te lachen. <laughs> en uh, ja, wat denkt er? Ik zeg ah, dat is serieus. Ik zeg ik zeg, uh, ik zeg allee ik zeg alleen, Pol, kunnen allee, Alle respect voor Anderlecht, dat kunnen we niet maken. Hè? Ik zeg weten wat dat allemaal gaat doen en zo. Ik zeg alleen. Ik heb geen goed zien, al dat gedoe. Uh... Ja, oké, okay, we zullen proberen met PSV uh, rond te krijgen. En dat, en dat bleef maar blokkeren. En, en Porto, wou dat niet. Ja, en op een bepaald moment. Uh, ja. Zeiden ze nog eens: Ja, Anderlicht, jullie echt wel heel graag. En ik zei: Van ja. ja. Ik zeg, ja, Ik ben kapitein van Anderlicht. Eh, ik ben kapitein van Standaar. Van Standaar geweest. Ja, dat gaat niet goed komen. Dat gaat veel te veel. Ik zeg: We hebben Genk, we hebben Genk en Standaard al gehad. Zeg, als we nu dat ja. nog moeten doen. Ja, dat... Maar gelooft je die nu? Achteraf gezien. Of heeft hij Express PSV misschien. Ja, PSV.? We wou op op einde, op PSV wou we op het einde 7 miljoen geven. Dat en Anderlecht heeft het, heeft het rondgemaakt met 6. Ja, dus dat is toch een bizarre situatie. En daarna hebt heb je die ontslagen ook als makelaar. Ja, nee, jaren, nee. Da jaren daarna. Okay. Hè? Maar, um... maar jij denkt dat hij, dat hij als makelaar beter af was met Anderlecht? Uh, ja, ik denk dat de manager van Anderlecht toen wel met makelaars dingen kon regelen. Die ervoor zorgde dat de spelers toch naar handen leggen nee, die normaal ook, niet hey, naar handen allee, zouden jij komen. Maar heeft u en... dan toch ook laten ompraten? Want dat vind ik wel bizar. Want inderdaad, hij voelt zelfs maar de info. Nee, nee, maar, hij heeft. voelt zelf aan dat het ander ligt voor hem ik als, als is. Ik, 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 op op ik voelde op dat moment. Je moet daar niet naartoe, hè? Ik zeg, nee, ik moet daar niet naartoe, maar dan was het B-keer in Porto. Ja, of optie C. Ja, ik zie ik, van iets ik, is een van, ik, ploeg die ik, nog ik, komt. Ja, ik wil naar PSV, maar waren uh, 11 middelen. augustus. Waar, allee, ja, begin uh, augustus. En uh, ja, ik begon zo al wat te panikeren. Ik ben. Uh, voor zo'n dingen panikeer ik nogal snel. En uh, ja, zo elke training opzij geschoven worden. En dan, en dan zeggen ze nog altijd, ja, maar we hebben nu nodig. En dan is ja, er een spelletje aan het spelen. En, uh, uh, Herman van Osbeek belt mij op een bepaald moment. En, uh, ja wij willen nu absoluut bij anderlicht en zo ik zeg ja alle respect voor anderlicht ik zeg jullie zijn een, een instituut jullie zijn een heel goede, heel goede ploeg maar ja ik, ik zie mij daar nu niet voetballen en uh, ik zeg van ja je moet er echt over nadenken en uh, wij kunnen u helpen en, en, en toen heb ik daar een paar dagen over nagedacht en um, ja uh, toen heb, ik, toen, toen heb ik ja gezegd. En, uh, maar wat is er in die paar dan, dagen dan gebeurd? Ja, gewoon nagedacht. En, en, ja, nee, maar, maar geen zo... andere optie. Je gaat doen alsof er geen C is. Ik C had C niet het niet gaan uitvinden. als zowel PSV als Anderlecht zes, zeven miljoen willen leggen, dan, dan zijn er nog clubs, toch? Ja, maar dat waren toen echt op dat moment de enige twee ploegen die geïnteresseerd waren. En... Uh, ik zat daar van, ja, ik wil voetballen. Voor mij is het belangrijkste dat ik toch op dat veld kan staan. Ik wil niet. En, en ik zat bij de nationale ploeg en, en Wilmot zat tegen mijn gezicht: Je moet een ploeg vinden waar je gaat spelen. Anders zit je niet meer in de nationale ploeg. Ja. Dus maar de ik zag dat je de telefoon opneemt en zegt tegen Van Osbeek: Ja, ik zie dat wel zitten. Weet je ook al de rest dat gaat komen? Tuurlijk. En nou was in, uh, maar dat kan ook soms snel voorbij gaan. Ja, daar maar ik, 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 ik ging ja, gewoon wel niet snel voorbij. Ik dacht dan ook van. Oké, okay, we gaan een paar dagen aan nadenken over verhalen van spelers die hetzelfde hebben gedaan. En oké, okay, dat, dat is gefluit. Dat, als het de wedstrijd tegen, zoals hey, in standaard was, als dat gefluit is, dan kan ik daarmee leven. Of, of weet je, dan kun je, daar misschien, kun je daar misschien doorgaan. En als ik dan gesteund word door de, door, door de club en door de ploeg waar ik speel, dan, dan heb je dat nog. Hey. Toen hey, in standaard werd ik in mijn open armen ontvangen. Ik zie, als ze zien dat ik mijn best doe voor anderen leg, dan verandert de perceptie uh, misschien. Uh, um, ja, Je wacht ook wel gewoon te goed voor België op dat moment. Dus als je gewoon in niveau ja, haalde, mijn, ging dat normaal wel. Mijn eerste wedstrijden waren, waren, waren ook goed. En, uh, maar ik herinner me nog, ik was, allee, want ik plaagde wel vaak. Alleen kom komt naar al die Porto, dat is niks. En dan werd hij net ook, ik was wel blij, maar dan s'avonds. Als ik thuis kwam, ik was bij die voorstelling, dan, ik zette de tv op en dat was wel echt, dat was zo wereldnieuws in België. En dat voelde ook even, zo'n fractie, zo wat vreemd. Ja, dat was... Dat was van in het begin zo, oei, ja, en, en, komt en, dit en, wel goed? Ja, dat had ik, dat had ik ook. En, en, en ja, ik dacht van, oké, okay, daar moeten we door. En als ze mij die eerste wedstrijden gaan zien voetballen, dat ze dan... Ja, want dan komt ook zo die eerste wedstrijd dat ik in de tribune zit in Westerlo, dat die zo'n zo kleine tyfoe... Uh, van de supporters van Anderlecht komt, waar Silvio die dievo weghaalt. Um, en dan, dan, dan besef je eigenlijk van oké, okay, dit, gaat, dit gaat tijd nodig hebben. Maar ik dacht, als ik goed ga spelen, dan. Ja, dan gaat dat sneller. Dan, zijn we dan dat gaat dat doen. sneller op een ja. bepaald moment. Ook binnen de drie weken werd er ook een, een gesprek met alle voorzitters van de supportersgroepen van Anderlecht, die hun vragen over wat er allemaal is gebeurd, hadden aan mij. Uh, met uh, Herman zat daar langs en, 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 uh, en Besnik zat daar ook langs. Ja, en... en uh, Gescoord in Brugge. Ja, dus, maar dat was daarvoor nog. En, en er waren een paar supporters van, kijk, ik ga u nooit uitfluiten, maar ik ga ook niet voor u applaudisseren. Ik zeg, daar heb ik geen probleem mee, zolang als je de ploeg maar steunt. Wat een bizarre gesprekken. Ja, dat ja, maar was... dat is zo, vanaf het moment dat je zoiets moet doen, als het zo wat uh, ja, kunstmatig is, dan krijg je dat nooit goed. Hè? Ah wel, nee, dat wil ik. Als je vanaf het moment voilà. dat, dat supporters zo'n dingen beginnen zeggen tegen je... En maar, die mogen maar ik vinden wat vraag. ze willen, maar als, als speler zitten daar toch van, ja jongens, ik ben nu naar hier gekomen, ik ja. wil het goed doen voor jullie, voor die ploeg, ik ben bewust naar hier gekomen, ik heb daar heel goed over nagedacht, ik snap dat dat gevoelig ligt, maar bon, we zijn hier nu, we gaan shotten, dan hoop je toch ook dat er langs een andere kant zoiets is van oké, okay, je speelt nu bij ons, we gaan ervoor, we willen kampioen worden. Als dat ook niet meer kan, wordt het wel heel moeilijk. Hè? Maar was het dan daar ook een optie, ergens? Ja, allez, optie, nooit ik, concreet. Ik, ik toen ik wist dat echt geïnteresseerd was, heb ik naar een paar mensen van Sandaar gebeld zeg, uh, Die hadden de cash toch niet. Allee, die ik zei gebeld. van ik wil terug. Kunnen jullie niet regelen dat ik terug naar Sandaar kom? En het heeft gewoon gezegd, we hebben hem niet nodig. Ah, ja, okay. Want ik heb toen met de trainer, dat was uh, Gilazon. Uh, gesproken, die had mij gebeld. Ik wil er super graag bij. Ik ga morgen naar de president en dit en. Een, en hij belt mij in de naam Ja, hij wilt het geld er niet voor geven en, en hij wilt die niet. Ik dacht shit. Ja, en wou. Wat vond je het eigenlijk het ergste? De reactie van die Anlichtfans of de reactie van de Standaardfans? Want ik kan me wel ja. voorstellen dat het, dat het Standaarddingen wat ooit, wat je net ook zei, het mooiste moment van je sportieve carrière misschien was, dat dat sowieso een vriendin bedriegen, waardoor dat die, je kunt goed uiteengaan en dat je daar nog goede contact mee hebt, maar dat, dat dat alles besmeurt, zeg maar. En dat je dan eigenlijk dat... Al uw metaforen al... zijn wel met vrouwen, hè. <laughs> Toch vaak. <laughs> Toch vaak ja nee ja maar hoe kan dat zeggen ja maar nee maar die tifo red or dead dat is ook Belgische voetbalgeschiedenis dat moet toch binnenkomen ja wacht wacht dat wil ik eens weten van u wat vind jij van die tifo uh, dat gaat er over dat okay. gaat er ver over vind ik. ik ik heb daar al onlangs een discussie over moeten voeren toen dat, dat zoveel jaar geleden was ik tweette dan nog van eigenlijk onbegrijpelijk dat dat zomaar is kunnen gebeuren het stadion binnen dat kan toch niet anders dan dat er een bekke geweest is? Dat, dat bestaat niet. Ik weet niet Dat wie het dat... was, maar iemand van ja. het bestuur van Senaar had die foto toen getweet. Voilà. En heeft die er direct afgehaald. Dus ze, ze, wisten, wisten, dat. ze wisten het. Voilà. Maar omdat het zo, dat er veel supporters van buitenaf of veel mensen van buitenaf zeiden dat het walgelijk was, dat die meneer zijn tweet heeft. Uh, het is, het is maar ik snap als je daar zo een Standoek zet je nu dat je daar zo een beetje gênant staat of zo'n zo dingen. Er hadden veel, veel ludiekere, ludiekere acties, straffere statements. Ze mogen harde woorden gebruiken, maar dat. Er zijn gekken die dan de daad bij het woord zouden kunnen voeren. En zo'n grote tyfo geeft, geeft die paar gekken die er rondlopen in de wereld wel de moed om die stap te zetten. Dus ik, als, als mijn kop daar zou hangen, fuck man, ik zou wel slikken ze. Ja, maar op dat moment dat ik ja, ik had zoveel adrenaline in mijn lijf en uh, op dat moment juist voor die aftrap, ik dacht zo, oké. Okay, dat is heftig. Maar we moeten nu voetballen. Zoiets had ik. Ik vond het veel gevaarlijk die bommetjes dat er altijd die werden echt langs mij Recht en naar langs echt naar mij gegooid. Nooit gedacht tegen de kom jongens, we stappen van het veld. We gaan de, terug de kleedkamer. Ja, en ja, ja, dat, ik zei dat, tegen de scheidsrechter op een bepaald moment: ja. van, ook, uh, Silvio is ook tijdens opwarming naar de scheidsrechter gegaan. En hij zei van: Scheids. En hij zei zoiets heel laconiek: Van, Je moet niet zo moeilijk doen of zo. Uh, dat hoort erbij. Ik had zoiets van: Oké. Okay, dus ik was zo'n beetje opgenaaid op, op, op die reacties. Dus van: De controle is weg. Ja, ja, ze zijn Want dit kon, dit kon uit de hand lopen. In Genk had ik nooit het gevoel dat dit gaat uit de hand lopen. In Sanara had ik wel het gevoel dat dit kon uit de hand lopen. Ja, sorry, daar hangt een spandoek. Uh, waar is uw hoofd eraf? Ik kan het uit de hand lopen. Maar daar had ik... Daar, daar... Ja, maar legitiem, ik wil, ik wil dat... zelfs nog begrijpen, de mensen die dat spandoek allee, verdedigen, ik wil dan nog ergens begrijpen, dat het een actie van een supporter is en dat ze dat niet bedoelen van dood, maar wel van... Nee, nee, ja, ja, voor tuurlijk. ons maar ik begrijp hier ik, dood, ik beg Dat wil ik nog begrijpen, maar het, ik herinner me... wel Het was... En heel stadion continu, als die band nog maar naar hem ging daarop. Ja, maar pomerkes, ik begrijp het. Die... Ik begrijp het. De, de, het verraad en, en, en het soort van haat dat ze tegenover mij hebben en het gefluit. Maar. We ja, zitten het, nog altijd in een stadion en in, in, het is voetbal. Uiteindelijk is het maar voetbal. Hè? Ik, ja, ja, ik weet nee, dat okay. veel voor veel supporters dat veel meer betekent. Maar het blijft uiteindelijk een, een spelletje. Hè? Ik als je dan met... die bal nee, Legitim, ja sorry, ik had het legitiem gevonden dat je dan als ander zei, ah oké, okay, dat denkt daar, wij spelen niet. Dat had Maar ik vind geweest. dan dat mensen met, met een veel hogere functie dat hadden moeten doen. Wat anderlicht of van standaard? Van de voetbalbond. Van de voetbalbond. Of van de scheidsrechterij. Of van de scheidsrechterij, van, ah, ja, want okay, dat nee, heb nee, je ook met. Niet. Als je nu eh, het voorbeeld van de Super League begint, eh, de baas van de UEFA zegt van jullie moeten er nu uitvliegen. Als je dat hetzelfde doet met het racisme. Dan krijg je racisme er misschien uit. Nu door te gaan knielen, ga je racisme er niet krijgen. Nee, nee, mensen zijn al zo duidelijk. Het zijn de hoge mensen die het, die, die het moeten beslissen. Ja, maar dan ik... trap je die bal in de tribune? Ja, die eerste dat was een fout en <laughs> uh, ik trap die gewoon in de tribune. En uh, als ze hem daar een beetje in de geest van de wedstrijd, geeft hem gezegd: Steven, nog één keer en krijgt ja. geel. Dat was ook, zo is de, de Twitter-ruzie dan een beetje ontstaan. Ik vond het echt absurd. Die twee. Allez, Wat? Maar rood... de tweede geel, het tweede geel. Was dom. Nee, vond ik onterecht in de zin van... Kersela lag op de grond en Standaard gaat in de tegenaanval. Dus Standaard shot de bal niet buiten. Oh ja. Dus wij veroveren dus... die bal, dus ik shot die kaart buiten. Van. Ik had zoiets van, fuck, fuck it. Hey, standaard smijt de bal niet buiten, wij doen dat wel. Ik, natuurlijk, ik shot die veel te hard buiten. En niet omhoog, hè? Maar ik had niet gehoord dat de scheidsrechter aan het fluiten was, want iedereen was mij aan het uitfluiten. <laughs> dus die scheidsrechter die geeft mij een tweede maar keer Maar jij shot die ook wel echt staalhard rechtdoor. Ja. Niet omhoog. Ja, tuurlijk, maar... Ja, uit frustratie hè? Ja, deels uit frustratie, maar ook Maar als de dan mij even apart had ge genomen. Ge kijk, Steven, dat doet je ge gewoon niet meer. Of uh, allez, even een minuut of twee minuten, nee, direct geel zonder commentaar. En dat vind ik het irritante aan, aan, aan uh, sommige scheidsrechters, dat er geen overleg mogelijk is. Terwijl in Zo Engeland. Goed. Voor hetzelfde geld schaats u zichzelf ook uit. In Engeland, maar dit is, een zeer, allez, dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Um, waarin dat je een speler krijgt die geviseerd wordt op een, op een waanzinnige manier, dat je in België niet zo vaak tegenkomt, dan moet je als scheidsrechter dat toch heel anders aanvoelen. en die speler ook kunnen beschermen en snappen wat de gevoeligheden zijn langs beide zijden. Dat was misschien een overdreven reactie om die bal balkaart te publiek in te stampen, Maar dat is niet een doodschop, dat is geen elleboog. Dus dan kan je zeggen. Steven, ik weet dat het is een bijzonder vreemde match voor u vandaag. Uh, laat ons even kalmeren, laat ons zien hoe dat is Maar dus had dat wordt. geholpen als de scheidsrechter? Tuurlijk. Opgeven. Ja, dan misschien wel, maar dan, dan word je vanzelf ook ja. weer rustiger. Maar Het, ja, het okay. begint toch een beetje met de irritatie en de laconieke reactie van de scheidsrechter. Daar ja, ja, het, ja, daar, het, vanaf, daar okay, begint het dat mee. Dat geloof ik ook. Maar dat moet je ook voorstellen, want het is nu gemakkelijk ja, van het veld stappen en bla bla bla. Je laat zo'n heel stadion. Ja, maar in, gegeven, in Genk was het, was het ook een, een heel overvolgen. stadion. En dan, dan heb je wel zoiets van: ah. ik moet hier rustig blijven, ik moet hier rustig ja, vind blijven. vind je dat niet dat er een hebt van. Was zeker toen in die tijdsgeest anders dan dat, dat van Anderlecht. Ja, het. Jij over de verpersoonlijking van de haat ja, van dat, standaard van Anderlecht. Toe. Maar dus ik, begrijp, was... ik, ik heb het al gezegd, ik begrijp dat de mensen zich verraden voelden en dat ze dat willen uiten. Geen probleem mee. Maar het moet. Ja, je zit in een voetbalstadion, er zijn regels om te volgen. En ook. Alleen wij hebben een, een, een voorbeeldfunctie. Maar supporters moeten zich ook gedragen op een bepaalde manier. Tuurlijk, als ja. daar een bommetje ontploft in je gezicht of, of, of uh, in je been, ja, dan, dan... en dat daar niet op werd gereageerd, ja, dat, dat is gewoon Dat's, het jammer eraan. Dat snap ik ook. Nee, als zo'n spandoek het stadion binnenruikt, dan raakt er dan nog allemaal het stadion binnen? Kunnen ze dan nog allemaal naar uw kop gooien? We, nee, nee, nee. Maar kan maar een ja, dan, wie, dan allemaal Ik snap gewoon doen. wel dat de scheidsrechter niet zegt dit dus speelt deze match niet en zo. Want dat is echt wel zo'n kolkend stadion. Die mensen zijn nog pister dan... Dan worden dat dingen ja, afgebroken. Of je minste kwartier uitstellen, een spandoek weg. Zo, je moet ja, toch iets doen. Okay. Die... Maar dan, het moment dat je rood krijgt en de, die tunneling gaat, dat is dan toch het eenzaamste moment van je carrière, vermoed ik? Ja, je ziet daar. Hè. En dan, dan, het was 0-0 op dat moment en je verliest nog met 2-0. Ja, dan zit je daar. Hè. Na de wedstrijd bied je excuses aan aan de spelers. Dat is in een groep, na de match gewoon, sorry... Ja, jongens, ik had slimmer, slimmer moeten is. zijn. Uh, ja, voilà. Ik had slimmer moeten zijn, sorry. Ja, ja, lijkt me nu ook niet het moment waarop je uh, u iets gaat verwijten als ander ligt. Te ja, nee, maar ik vind het wel dat Je moet, dat, uh, je moet je het moet wel, het je wel moet doen, zeggen, maar. Ja. Zeker dus als je Sil een sleutelspeler ja, bent, snap ja, ik wel. Silvio wel. Proto gaat toch direct zeggen: Savast, weet je? Ja, hij zei dat ook, maar daar gaat het mij niet om. Ik had. Een... Ik had slimmer moeten zijn, of ik had niet zo mogen, mogen reageren. en Ik heb dat toch gedaan. Denk je dat er ooit een moment komt dat je dat terug kan goedmaken met die standaard standaardfans? Dat weet ik niet. Allee, de, maar je hebt, dat is traag, je hebt nog veel standaardfans als zoals Maar ik he? heb nog enorm veel standaard Ja, dat is echt zot, en, 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 en een paar zware ook. En, ja. En, ja. Dat is. Um, dat is het leven niet gelopen. Dat is gelopen. Ja. Ja, Ik vind het wel echt, als je ziet wat, de, wat er daar met die generatie bij standaard allemaal is gebeurd. Als ik dat nu op Twitter, hè, als het over Steve gaat, de carrière. Het zijn altijd wel zo die standaard twitteraars die direct daar de vuile woorden tegenaan gooien. Ik vind gooien. Dan dat wel ik ik veel gaast, minder is. Kijk naar die zijn, prijzenkast. Maar. Kijk naar wat, wat dat momentum voor het standaard heeft betekend. Ja, na 25 uh, jaar met een titel. Ook wat ja. er sindsdien weer gebeurd is. Ze zijn weer aan het afglijden naar het niets. Dus die momenten mogen ze toch wel best koesteren. En ik, ik snap het. Hè. Dat is de grote vijand. Maar het is ook niet dat hij daar uh, het paar embleem elke dag heeft liggen kussen. en daar nog twintig prijzen heeft gewonnen. en nu een icoon is van Anderlecht. Nee, dat is, nee, het. Dat is ook iets... Hij is meer een icoon van standaard. Zeker van standaard. Dus ja, ik zie is, het probleem Hij is een belangrijkere speler voor standaard dan, dan voor al de rest. Toch? Want waarom is er is bij Anderlecht in die twee jaar niks gewonnen? Want jullie hadden toch eigenlijk echt een goede ploeg. Niet goed genoeg, denk ik. Nee? Qua mentaliteit. Ik Denk in na het eerste jaar dat wij kampioen kunnen en misschien wel moeten worden, maar dan. Uh... Wie wordt dan kampioen in het eerste jaar? Ja, juist. In de playoffs, maar, die zetten. Dat was met een die roze trucs. Uh... Ja, dat was een uh, beetje op drie wedstrijden van het einde, Als wij gewoon thuis... Als wij onze drie thuis, als ons drie wedstrijden waarvan wij een wij thuis, een beetje een beetje een thuis tegen en naar Kortrijk. Dus wij beetje zes zes wij beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zes een Wij een beetje een beetje en gelijk tegen Kortrijk. Ja. En, dan, uh, ja. en dan is het mijn fout. Ja, maar nee, ja, zo is het. Want het 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 volgend seizoen komen, ja. wint jij wel die eerste match en krijgt jij bier in je gezicht. Gevoerd. Ja, nee, die, die play-offs: uh, wij komen nog vrij dicht, denk ik. Uh, in die tweede play-offs uh, komen wij nog vrij dicht bij Brugge. Uh, maar hoe kan het, het u persoonlijk geweest, geweest zijn? Uh, omdat ik de duurste transfer was. En uh, ze zeiden moest van, de kampioen ja, maken? Ja, ik moest dan de kampioen maken. En dan werd ja. mijn levenswandel uh, even door de molen gehaald. En uh, ja, het was mijn fout. Dat is altijd, hè. Er moet een zondebok zijn in, in, in zo'n verhaal. Hè. Dat is... En ik vind dat niet logisch of niet terecht. Ja, maar nee, dat is ook zo dat, was... dat, je dat je bewust op het veld ligt te boycotten. Heel nee, maar ik, nee, vind nee, het ik heb het statistisch gezien, mijn beste seizoen ja. wel, uh, wel gedraaid. Dus dan is dat toch een bizar. Ik snap dat een coach of zo, of een voorzitter of iemand nee, die en dat het veld er waren dan ook wel, wel echt komt. spelers die maar... je eigenlijk, als je er objectief naar zou kijken, je zegt, ja, oké, okay, dat zijn een paar spelers die zeker meer schuld treffen. Ah wel, voilà. dus ik vind het een bizarre redenering dat een verdediger in het middenvelder die er toch onbekend staat dat hem altijd alles maar geeft ik dan was plots ik de was tweede is. topscorer als verdediger in het middenvelder dus ik had uh, zeven of acht ja. goals gemaakt en uh, oh, is dat uw persoonlijke levenswandel als u weer verweten dat je, dat je het nachtleven in doet ja maar dat was, dat was op zich wel grappig want dat is altijd hetzelfde en ze zien mij bijvoorbeeld één keer in een discotheek waar ik met heel de ploeg ben bijvoorbeeld en dan, dan is het uh, ja, Steven is weer gezien in de discotheek en dan uh, het, 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 het ding is dat het altijd is geweest in een periode waar ik supergoed aan het voetballen was. En dan, als het wat minder gaat, zo het, het einde van het seizoen. Tijdens de play-offs bijvoorbeeld niet, niet op stap gegaan of zo. Ook geen blessures opgelopen of zo. En dan ineens die artikels. Ja, het schijnt dat. Uh, er zijn. Uh, men zegt. Men zegt dat hij uh, <laughs> veel dat in dat het, het nachtleven van, van Brussel zat. En zo. Ja, toen het, toen met mijn toenmalige vriendin Geraam ben ik ik ja, is zo twee of drie maanden. Regelmatiger iets gaan drinken, maar dat was niet buitensporig of dat was niet, uh, maar dat was ook altijd met. Er zijn spelers die veel meer als mij stap gaan. Um, maar dat was in een periode toen ik de pannen van aan het spelen was. En dan op een bepaald moment, juist voor twee of drie weken voor de bekerfinale in een duel, verstuik ik mijn enkel. En moet ik eigenlijk met een, met een zware tape de bekerfinale tegen, tegen Brugge spelen en mijn ander En dan die play-offs. Ja, mijn enkel zat nog niet. Echt, maar ik, ik speelde op zich wel, uh, wel goed. Maar dan na het seizoen wordt ineens een rekening gemaakt. En dan. Uh, tot ik op een bepaald moment ook belde naar, naar, uh, naar Besnik. Ik zei van. Besnik, geloof jij dat allemaal en zo? En, en ja, wat is hier het plan achter? Want, allee, ik denk dat er een mol zat. Sowieso. In Anderlicht zit er altijd wel een mol. Maar weet je wie of dat interesseert wel? Nee, Op zich interesseert mij dat niet, maar je moet wel weten dat altijd bijvoorbeeld in, in een kleedkamer of in Anderlicht, al is het een bestuurder of is het een, een, een medewerker, alles was geweten op Anderlicht omdat het meer een ego-factor was. Ook als, uh, als het een slechte periode was en van een stok kwam in de kleedkamer praten. En dat je daarnaast stond het exact. Wat, want dan wordt er op het einde nog gezegd: dit mag niet naar buiten komen. En dat je daarnaast staat alles gedetailleerd erin. Vreemd toch? Dan weet je, je voelt dat ook heb... als groep van waar, vanuit, de, vanuit welke groep komt. Maar Je ziet dat toch nu ook bij Anderlicht. Als je die machtstrijden... Dat is altijd. Je hebt nooit een vriend, denk ik, bij licht. Dat is altijd voor elkaar. Als het puntje bij paaltje komt. Je... Ja. Maar op zich was het was de ploeg en, en, en de mensen daar rond in waar Dat was wel een, een, een soort van familiegevoel. Dat was wel een soort van vrienden. Ja. Wat ik wel altijd besnap: oké, okay, er zijn huisjournalisten die betere bronnen hebben dan een ander. Die dan van alles opzetten. Maar dat het vanuit de kleedkamer zelf echt komt. En je weet dat als speler, dat zou ik wel een vies gevoel bij hebben. Ja, maar het, 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 het ergste is: meestal komt het ook niet van de spelers. Maar, daar wel. maar ze verwijzen wel altijd naar de spelers. Ja. Dat, is het, dat, is het, dat is het rare eraan. Goed, dan gebeurt wel het bierincident en dan zeg je tegen ons: oké, deze is echt Ja, we spelen in nog denk ik. Uh, en naar ik kan de match, trappen. Ja, nee, we, verliezen, we waren aan het verliezen. En Het, het grappige is, ik, ik krijg die bier over mij en ik dacht van, ja, ik stop, ik ga gewoon naar binnen. Maar ik, ik trap die corner, die bal, die komt nog zo wat terug en ik trap die binnen. Maar we verliezen nog met 4-2 of zo. En, <laughs> ja, 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 want maar. ik dacht. Maar ik wou toen echt van het veld stappen. En, maar Silvio zei: blijf, blijf gewoon staan. En dan, daarna ben ik naar Herman geweest en ik zeg: van... ja Het gaat niet goed komen. Het, het gaat niet meer goed nee, komen. Nee. Weet je, ik heb mijn best gedaan. Um, ik heb alles gegeven. En weet je, laten we er in de zomer gewoon zorgen voor dat, dat ik. Um, dat ik weer kan en ach we zullen dat wel regelen En dan Burnley het voordeel en zoveel komen is dat we het Burnley hoofdstuk kunnen overslagen <laughs> mensen die dat willen weten naar de Kick Rush podcast met Steven De Voer kijken tenzij dat Evert een vraag heeft Nee, maar Burnley ik vind dat een hele mooie keuze geweest achteraf ik vind dat wel echt zo een club die wat vergeten was doordat ze niet in de Premier League zat maar de laatste jaren is wel bewezen dat die dat heeft iets kult en die die momenten in de Premier League nemen ze nooit meer af. En hier vliegt een serieus vliegtuig dat eh, raam. Gaat het maar in het gebouw vliegen? Die, die goal tegen Manchester United bijvoorbeeld, dat is een eik moment, allez, dat is weer zo'n eikpunt in je carrière dat je voor de rest van je leven kunt, kunt zeggen: Ik heb dat meegemaakt. En daarvoor alleen al ja, is die transfer het, geslaagd. Het hè. grappige, ik werd daar direct onthaald als een soort van held of zo. Is en die een direct mijn ja. eigen liedje en zo. Dus, ja, maar omdat die. Daar speelden nog voetballers die niet konden voetballen. En dan was, was, het was, ook zo. was een hele andere voetballer. En ja, en was zegt voetballer dat was toch die... Premier League? Ja, hadden ja, ja, meisjes... was kick-and-rush oh. daar. En hij, was in, hij kon ineens wel voetballen. Uh, ja, maar iedereen zei zo van, als we die oh, kunnen dat. halen, dan ja, die kunnen we eigenlijk niet halen. Ja. En die komt dan toch. <laughs> en het, het ding is, in, mijn, in die seizoenen, ik heb drie goals voor Burnley gemaakt. En die zijn alle drie verkozen tot, <laughs> in, de, in de top vijf van de decade van, van Burnley. Dus... Is dat is ongelooflijk eigenlijk. Zou je ja, hem twee keer gaan zien in mijn city? Twee keer 5-0 ofzo? Ja, <laughs> ja, maar ja, op mijn city, kom mee. Maar we, ik zat ook in ja, dat legendarische <laughs> seizoen dat wij zevende worden en eigenlijk ja, Europa ingaan. Ja, dat was een van mijn beste seizoenen ooit tot aan, tot aan mijn uh, kraakbeenblessure. Ja, in Burnley dat was, ja, dat was de meest intense en, en tofste periode uit, ja. uit, uit ja, Toch uit, nog ja. zalig dat je die Premier League kunt meemaken. Toch? Absoluut. Dat is toch ja, het en je me. werd ook echt gelukkig. daar herinner ik me ook. Ja, ik, ik was daar echt gelukkig ja. omdat ik toen ook die periode intens beleefde. Bijvoorbeeld in Standaard ging alles aan 200 per uur en je staat daar niet bij stil, je wordt kampioen. Oké, okay, prima, gouden schoen, prima. Maar je geniet daar niet van. In Burnley had ik echt van het eerste tot het laatste moment genoten van, om, om daar te zijn. Is Mooi. er nog iets voor de kick rush nu? <laughs> Nou oh ja, die hebben een uur gevuld. Oh, je hebt daar veel verteld. Okay. Over een rat en zo. Okay. Prijs, maar we <laughs> ja. laten dat... Antwerpen hebben wij ook al eens besproken in de mid -mits. Dus we zijn stil, ik zijn naar het einde aan het gaan. Maar ik vroeg me wel af... Je hebt toen gezegd dat Buleunie je eigenlijk te snel bij Antwerpen heeft willen, willen in de ploeg zetten. Niet met kwade wil daarom, maar dat het eigenlijk te snel is gegaan. En is, heeft, is dat dan nu de reden waarom je nu al moet stoppen? Of is het, heeft dat er eigenlijk niet zoveel mee te maken? Niet zoveel in de zin van... We hadden dat beter kunnen doen... Dat ik meer klaar was geweest, maar de, de schade in de kuiten is wat ze is. En is, 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 is permanent. Is permanent. Ja. En dat had altijd wel voor kleinere blessures gezorgd. En misschien was dat dan beter uh, behandelbaar kunnen geweest zijn. Of was ik fysiek beter klaar geweest. Maar bijvoorbeeld deze zomer was ik fysiek gewoon top. Ik heb toen fysieke testen afgelegd, die waren top. Ja, fietsen, heel die ik een crisis. Uh, ja, fietsen, lopen, uit. maar dan komt ook dat voetballen, dat is vooruit sprinten, achteruit sprinten, links draaien, rechts draaien, die die is te constant onder druk. En lopen en fietsen, dat is constant dezelfde, dezelfde beweging. En dan begint het een beetje kleine blessure hier, daar, en dan, dan komt het eigenlijk niet. Vanaf dat het in de kuiten is, dan. En komt het niet meer goed? Heb je, heb je wel het gevoel bij Antwerpen dat je daar wel nog een verschil hebt kunnen maken in die, ja, die wederopstanding van die club naar de absolute top? Want ja, het is niet. Je, was daar, je hebt daar niet het grote verschil gemaakt, maar heb je toch ergens het gevoel van oké, okay, dat is wel geslaagd geweest die de, periode? De, vooral uh, qua mentaliteit, denk ik dan, omdat wij uh, in die, die bekerwedstrijden voor die periode, dat was. Wij spelen die thuiswedstrijd uh, tegen Kortrijk, halve finale. Um, uh, Lamke Kazem is een penalty die hij eigenlijk niet moest nemen. Wordt dan vervangen, gaat direct naar huis. Um, we spelen 1-1 tegen Kortrijk thuis. Dus je gaat naar die, terugronde, uh, naar die terugwedstrijd, halve finale, in een vol stadion van Kortrijk. Ja, en dan die eerste wedstrijd zat ik op de bank. Die terugwedstrijd moest ik spelen. En dus Beleuni wist op het moment dat hij moest zetten dat het nodig was om te winnen. Dus ik, had die, ik bracht die winnaarsmentaliteit. Anderlicht is daar toch de beste voorbeeld van die match van Antwerp, waar je wint. Ja, tuurlijk. Je kijkt zo naar mij. Ja, maar, ja, dat, <laughs> was maar, eerste, maar dat was ook maar mijn eerste wedstrijd. Maar, in ja, maar jij komt in of start je? Nee, nee ik start en ik ga na 60 minuten of, of zo. Ik weet nog, jij, jij doet in de, in de kleedkamer in de rust de speech. Jongens, die zijn hier te pakken. Ja, maar we hadden zo met twee, drie spelers het gevoel. Wesley goed kwam ook. Hé. Ja. Kunnen die gewoon pakken? Dat eens, dus we gingen, het, we, we dat hebben voorken, gezegd: van, we gaan 10, 15 meter hoger staan en dan direct na de scoren we die 0-1. Uh, die heb, heb je ooit met die Gijsers dan samengezeten? Van wat het, wat het grote plan daar dan was? Um, ik, ik, ik ben toen eens gaan kijken. Het jaar voor, toen ik gekwetst was, ik deed mijn revalidaties hier in Antwerpen. Dan ben ik eens een wedstrijd uh, gaan komen kijken. En toen ben ik eens in de loge bij, bij Luciano en Paul Gijsers. En toen hebben ze voorgesteld. en... en toen zei dat hij meer een fantastische club van, van wou maken en, en, en ja, hij is, er, hij is er goed mee bezig. Hè. Maar het is niet dat hij nee, een speciaal man is of zo, of extravagant, of, of dat hij Nee, dat is een kom. heel, rustige, heel nee. rustige man, maar hij wil gewoon ja, hij wilt, hij wilt dat het vooruit gaat. Hij heeft ook zo'n soort van ja, die winnaarsmentaliteit, hè. hij wilt, uh... ja. Hij heeft de zakenwereld eigenlijk, laten we zeggen, veroverd, hij is succesvol. Hij wil dan nu zijn in het voetbal. Hè? Maar je bent nu ook een Antwerpenaar, dus heeft dat dan, geeft dat <laughs> toch een gevoel met die club nu? Van, ja, ja toch ik fijn heb voor, dat uh, je daar gezeten voor Antwerpen gespeeld en dat was, dat was een, een leuke periode. En, en Dat was een leuk jaar in ieder geval. Spijtig dat dat abrupt werd afge, afgebroken, maar dat was fantastische supporters en, en een goede kleedkamer op zich. En, uh... Ik vind het wel het chapeau hoe je met tegenslagen in je leven altijd omgaat. En ik weet niet of het de 17-jarige de voer met zijn wit dan. Als je dat toen dat tegen allemaal tegen zegt, of dat hij dat zo had kunnen voorspellen, of durven voorspellen, of... Ja, nee, maar zelfs de twaalfjarige, jarige de voer als je tegen hem had gezegd, jij ja, wordt profvoetballer en je gaat dit en dit en dit win, of je gaat deze carrière maken, dan had je gezegd van... Ja, maar je hoort overal, in al die dingen, is het altijd zo, blessure, of een ding, of een tegenslag. Antwerpen ook, hè. Ik ging in de ploeg komen, we die match, corona, stil... Ja, maar... Het is altijd zoiets geweest. Wat ik, wat ik het jammere eraan vind, is dat... Kom heel dat ik heel verbitterd zijn geworden. Naar daar bijvoorbeeld nooit mijn niveau heb gehaald. En dat klopt niet, vind ik. Want nee, dat vind ik ook niet. Zelfs bij Anderlecht, bij Burnley... Maar bij Burnley, dat tweede jaar, was ik, was ik gewoon terug top. En nu ervoor. met uw afscheid, kijk, wordt er in de kranten zo wat teruggekeken van... Wat is er van geworden? Zet je daarmee akkoord met die analyses die eruit komen? Ik vond de analyse van Peter van den Bemt uh, Wel heel correct eigenlijk. Bij uw afscheid nu? Bij mijn afscheid, ja. Nu, ja. Okay. En vind jij dan, uh, was het Ariel Jacobs? Denk ik, hij had, hij had hoger kunnen eindigen. Dit dat? ligt dit wel dus ja. Ho, hoger kunnen eindigen. Als je ziet met de kwaliteit of, of met potentieel wat ik, wat ik in mij had, zonder blessures, had dat waarschijnlijk gekund. Maar allee, ja, je kunt niet alles kiezen in het leven of je, je hebt tegenslagen en je moet daarmee. Je moet daarmee om kunnen gaan. Ik heb, uh, ik heb een zware knieblessure gehad. Ik heb uh, mijn vader in, in die periode verloren. En twee maanden later moet ik teruggeopereerd worden naar mijn kuiten. Ja, dat. Ja. ja. Kun kunt je dan nog? Of, of, nog? Moet je dan nog? Moet je dan nog? Ik vind het, uh, ik vind ook wel. Uh, dat is uh, vanuit Mechelenhard... Ik vind als je. Je hebt altijd gezegd: ik kom terug. En je hebt dat in. in toch vreemde omstandigheden, helemaal op een moment dat zelfs niemand nog verwachtte, toch gedaan. En daarvoor toch ook heel veel respect van de Mechelenfans. Ook al draait het eigenlijk over in uw carrière niets meer. Het gaat nog over zes maanden waarin dat je die club naar, naar een stabiele middenmoot hebt gebracht. Dus je gaat nu nog play-off 2 spelen. Maar gewoon dat je dat nog gedaan hebt in zo'n coronajaar, dat vind ik wel heel chic. En ik denk dat dat typeert ook wel, denk ik, toch de... De carrière die je hebt doorgemaakt. Ik denk dat je in het begin van je carrière een totaal andere persoon wordt. En ik ken je zelfs niet goed, maar ik denk dat wel. Ik denk dat je zo veranderd zijt dat zo'n stap als KV Mechelen dat symboliseert van je wilt nu wel de dingen goed doen, je wilt tonen van dat je een goede gast zijt, bent. Ja, ik ja, heb jaren niet met je paar gesproken. Nee? Ja, maar dat zijn beslissingen. Het is het toch leren. een heel emotioneel en, einde allee, geweest. Ik moet ook. altijd een beslissing nemen. En ik, heb altijd, ik ben altijd iemand, ik heb geen spijt van beslissingen, maar ik, ik, ik draag mijn verantwoordelijkheid of ik ik draag de consequenties ervan wel ja en ik heb een fantastische periode gehad bij Standaar, en ik heb een beslissing genomen die tegen de supporters van Standaar is ingegaan en dat ze mij daardoor als verrader zien ik draag dat ik draag dat met mij mee ik heb die beslissing zelf genomen ik kan wel met 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 in eer en geweten zeggen dat ik voor elke club waar ik voor heb gespeeld mij altijd 100% heb uh, heb ingezet op het uh, op het veld en dat is wat ik altijd wil doen als voetballer. Ik zeg uh, altijd: het beste van mezelf geven uh, in de mogelijkheden, in de mogelijkheden die, ik, die ik in mij heb. Om, om dat te doen, en dat, en dat heb ik gedaan. En als klein jongen uh, kunnen voetballen bij KV Mechelen, dat was mijn droom. En nu heb ik dat kunnen doen. En mijn vader, die, die, die wou niet liever. En uh, ik, ik heb dat nog kunnen doen. Dus ik ben, ik ben daar, daar, uh, dat maakt mijzelf ook wel gelukkig. In, Welke, uh, dat kan voor buitenstaanders misschien heel weinig of, of, of sportief is dat misschien iets minder of zo. Maar voor mij is dat dit jaar gewoon fantastisch omdat dit iets is wat ik zelf echt heel graag wou, uh, wou doen. Gaat je iets speciaals doen de laatste keer dat je achter de kazerne gaat spelen? Maar het was ja. geen kakkerspodcast en de kakkers <laughs> zijn weer vertrokken. Zo. Maar het... het dat was ook zo een beetje een emotionele weg. moment. Zo de, de, de laatste thuiswedstrijd, omdat we, we dachten dat Play of twee eigenlijk dingen was. Alleen Evert geloofde daar nog in. Ik heb um, gelijk gekregen. Vertrouwen in de jongens. En uh, ja, dan, dan toch even naar boven gekeken en, en, en wetende dat, dat hij dat wel fantastisch had gevonden. En dan ook nog even gaan kijken op de plaats waar ik altijd zat in het stadion. Ja, mooier kan het eigenlijk, niet? Hè? En, hoopgevend voor de toekomst, een trainer gaat normaal niet geblesseerd raken. <laughs> dus de kans de dat je een grotere hebt, zit er gerust in. dan heeft ook nu al een grotere trainerscarrière dan dat hem Ik had. kijk er wel naar uit. Ik kijk er naar uit hoe dat hij dat gaat ontdekken, die wereld. Ja. Ik ben nu wel aan het bedenken, wij gingen een truitje van Sambile Konga, Conga weggeven. We hebben dat totaal niet gedaan. Oei. Ja. Dat doen we dan volgende week. <laughs> Zeven ja, Merci. Uh, Komt je nog eens terug? <laughs> we zullen we zeggen, als je weer eerste trainerjob hebt, zijn je contract T1... Goh, jongens. Dan spreken we af. Toch eens over nadenken. dan. <laughs> Dat is goed. Evert, jij komt wel terug volgende ja, week? Ja, ik kom sowieso terug. Ik heb toch niks te doen. Onze gast van volgende week moet wel nog bevestigen, dus we kunnen nog niet aankomen. Goed. Evert, merci. Aan merci. de kijkers en de luisteraars, tot volgende week. Bye.